Stoomvaste. Stoomvaste Radio. Voor u. Voor jou. Voor ons allemaal. Ja mensen, daar ben ik weer. Dat waren onze reclameboodschappen. En ja, dat moet ook gebeuren mensen. Ja, waarover gaan we het vandaag hebben? Ja, het zou niet van, ja, volwassenheid getuigen natuurlijk. Om dat bezoek dat die minister van Buitenlandse Zaken van Suriname heeft gebracht aan Nederland. Dat onbetuigd te laten, dat kan niet natuurlijk mensen. Dus je moet daar iets over zeggen. Ik moet u eerlijk zeggen... Voor mij, ja, het was leuk om te zien een Surinaams bewindman die dan samen met een Nederlands bewindman. En ja, hij staat dan achter een, voor een Surinaamse vlag. De Surinaamse vlag die staat er ook opgesteld. En ja, natuurlijk dat Nederlandse bewindman met ook zijn vlag erbij. En ja, dat doet je toch wat, weet je, om dat te zien. En ik wil u meenemen naar dat ding. Naar die nieuwsbericht. En dan is het dat nieuwsbericht zoals het aan 17 miljoen mensen verteld wordt. Hè? Weet u, dus ja, er zijn een hoop andere mediahuizen die daarmee aan de slag gaan. Maar dat is voor hun rekening. Wij wonen hier, Unona Diaspora, na de Sandati. Ja. Dus ik neem u mee naar die zender die 17 miljoen mensen aan het bedienen is. Maar mensen... Laat me mijn mond houden en luister naar wat het bericht is dat men dan zegt over het bezoek van meneer Ramdin, minister van Buitenlandse Zaken van het Republiek Suriname. Dus ga maar luisteren. Nu het tijdperk Boutersen in Suriname voorbij is, warmt het contact tussen Den Haag en Paramaribo langzaam weer wat op. Voor eind november moeten er over en weer ambassadeurs op hun post zitten in Suriname en Nederland. En het illustreert de nauwe band die er tussen onze landen is. En ook de bereidheid van Nederland om de nieuwe Surinaamse regering te steunen bij de lastige opgave die voor ze ligt. Lang was de verhouding nogal moeizaam, onder meer door de vorige president, Boutersen. En uitspraken van minister Blok 2 jaar terug hielpen ook niet mee. Suriname is een failed state. En dat heeft ernstig te maken met de FNC. Zo. Daar is 2 jaar geleden alles over gezegd. Daar hebben we het nu niet meer over gehad. We kijken naar de toekomst. En ik ben niet zozeer geïnteresseerd in een nieuw debat. De nieuwe regering treft namelijk een land opgezadeld met schulden. En staat er economisch slecht voor. Het hoopt nu op Nederlandse bedrijven. Dus wij kijken uit naar investeerders van Nederland om naar Suriname te komen. En voor wat betreft de meer langere termijn, de mogelijkheden van olie en gas in Suriname, bieden mogelijkheden voor... diepte-investeringen voor een langdurige fase. Nou, dat is dus de hoop van Suriname dat met het verbeteren van de diplomatieke relaties ook het economische verkeer op gang komt. Die oproep om in het land te investeren valt goed bij ondernemers die al een band hebben met Suriname. Sinds de nieuwe regering aan de macht is, zien ze meer kansen. Het Surinaamse restaurant in Breda is van haar 2 zussen. Maar zelf heeft Diana Banks ook plannen om een bedrijf te beginnen. In Suriname en hier. Ik heb een hele mooie droom. En mijn droom is om van cassave een exportproduct te maken. De Surinaamse wortel is niet alleen geschikt voor in de maaltijd, maar heeft ook tal van andere toepassingen. Vanaf het blad tot aan de knolgewassen zelf is er wel iets mee te doen. Diervoeder in de agrofarm, maar ook in de gezondheidszorg om medicijnen te maken. En sinds de verkiezingen in mei gelooft ze dat haar idee echt levensvatbaar is. Dus de tijd is rijp om deze stap te zetten. De economie moet ook weer echt een boost krijgen. We moeten heel veel gaan opbouwen in het land Suriname. En zo zijn er meer ondernemers die bereid zijn om in Suriname te investeren. Ik ben zelf onderdeel betrokken bij een hele investeerdersgroep die allemaal investeren in het buitenland. En daar heb ik regelmatig gesprekken mee en die zitten eigenlijk ook te wachten op het seintje van jongens, nu mogen wij. Die investeren in de agrarische sector, maar ook in volkshuisvesting, vastgoed. In heel veel sectoren investeren zij en ja, die zijn continu op zoek naar projecten waarin ze kunnen investeren. Ik
wilde mijn netwerken, mijn expertise, mijn kennis en kunde die ik hier heb opgedaan, wist ik dat ik dat ook wel weer terug zou geven aan Suriname. Dat is altijd zo geweest. En dit is het moment? Hier is het. Het is nu. Ja, mensen, dat waren de nieuwsberichten vanuit Nederland. Het is heel sumier, maar mensen die een beetje dichterbij deze besprekingen zaten, die konden er meer uithalen natuurlijk. En dat ga ik met u meedelen. Er zijn een paar dingen, concrete afspraken gemaakt. Met name samenwerking, justitie, politie en de rechterlijke macht. De gezondheidszorg in Suriname gaat hulp krijgen. Wat betreft financiële hulp voor de economie. Plus aantrekken van investeerders en stimuleren bedrijfsleven om in Suriname te investeren. Landbouw, veeteelt en visserij is ook een dilemma in Suriname dat de nodige zorg behoeft. En Nederland heeft dat toegezegd om daar ook te ondersteunen. Verder hebben die twee banken gesprekken gevoerd, de Centrale Bank van Suriname en de DNB, de Nederlandse bank. U weet toch mensen, de DNB, dat na equivalent, dus equivalent en minum goduk valk, dat na Centrale Bank voor Nederland. De toeman die stakje, want ja, isabies zijn langs, donna probleem voor aan 19 miljoen. En dat we focus dat de man horen money, maar dat aan een probleem. Een probleem dat takieren, je no kan pot no een euro in je zak konja, dat de man nooit teken in beslag. Ja, dat is een morbid issue. Dus op de centrale bankniveau is er gesproken om naar een oplossing te kijken. En man die zien, bij taxus een blok. Ik ga het ook doen aan mevrouw Sigrid Kaag. Hè? Weet u, daar zijn ook concrete uitkomsten uitgekomen. Ik meen in oktober gaat een fysieke handelsmissie naar Suriname gaan om plannen uit te werken van hoe ze dit ding gaan voortzetten. En ja, hij is niet met lege handen teruggekeerd. Hij heeft 3,5 miljoen meegekregen om de COVID, mensen, Isabi, de PEPS toch, personal protecting, Minasabi, ja, maar dat zijn persoonlijke beschermingsmiddelen voor verplegend personeel, artsen, dat is zodat zij niet besmet raken en dat zij dan ja, die patiënten kunnen behandelen zonder daarbij ook last van te ondervinden. En medicijnen, equipment om COVID te bestrijden ter waarde van 3,5 miljoen mensen. En dan zeg ik, ja, gratis geld toch, Isabi. Een beetje, als je je normaal gedraagt naar de sanatie en dingen. Want ja, Sanano komt biggie. Want je weet hoe Surinamers zijn toch, Isabi. De man is hier, we zijn 40 jaar lang, de man moeilijk hoe hersen goed naar de sanatie. En ja, hoe man denkt je normaal moro. En juist waar je terecht moet, ja, daar kom je niet. Omdat de man kastrie regie naar de sanatie dan. Juist waar je terecht moet om hulp te gaan zoeken. De man leeg je zodanig dat je hem kunt hebben. En hier zie je dat er een heel andere kijk op de zaak wordt gegooid. En ja, de toekomst moet het gaan uitwijzen. Maar het moment dat je mensen hebt in Suriname, zo saboteer alle desanisie mensen. Ja. Dan zeg ik, kijk, de Surinaamse bevolking aba verantwoord voor. Let op dat desanisie. Je kunt even 10 jaar iets doen dan waar regering. Eerst Brunswijk Boutersen van 10 tot 15. En ja, ik kies een constellatie van 15 tot 20. Ja, waarbij jij dan nog niet doorhebt dat je. Of je op diezelfde voet verder moet. Waarbij je helemaal geïsoleerd bent geraakt. Ja, dat moet jij weten, Isabi. Het is prima voor jou, of je doet. Maar als je komt naar Nederland, dan weet je dat je naast Nederland die hele Europese Unie tot je beschikking hebt. Want ja,
Nederland gaat altijd de Europese wetgeving en regelgeving toepassen. Snap je mensen? Dus ja, als je dat wil weggooien en je zegt, ja nee, we gaan naar Cuba en Venezuela en de andere, ja nou, moet je zeker je gang gaan toch, Isabel. Wie houdt je tegen? Go de andere en go de koe. Zij kan voor dat bij eruit. Maar dit zijn eerste gesprekken. Bakra no lauto, Isabel. Want Bakra, Bakra no go poti. De money in een ja, bodemloze put waar ja, je geen zekerheid hebt. Dat, ja, ja, goed, je hebt de man die zegt, het gaat goed komen en alles anders. En mensen kijken nou. Dat ding in Suriname is vreselijk moeilijk, Isabi. Omdat je zit met een generatie mensen die moeilijk Isabi scholing naar alle desandertie ontbreken ze dan. En de man timmeras aan die schoenen in ja, slavernij, kolonialisme. Even je kunnen man voor de nonsens dat Isabi. Iedereen is in vrijheid geboren in Suriname, maar toch de meid over slavernij. En ze hebben er geen flauw benul van, want ja, wat het ding eigenlijk was. Dus dan verzinnen ze maar gewoon zoiets voor zichzelf. Ik zeg één ding, ja, als je daarvan op de hoogte wilt zijn, moet je komen lezen. Weet je, want de mensen ontdekt naar een begin, naar een slavernij. De beste doen, ja, dan ga maar lezen hun plannen, naar hun daden, naar hoe ze dat ding vorm hebben gegeven. Maar we zijn in vrijheid geboren, maar wij leren alle soorten lolo's aan. Ja. Daar waar je eigenlijk moet wezen voor hulp, voor vooruitgang, dat laat je liggen. Dan ga je juist naar de plekken waarbij je nooit vooruitgang gaat kennen. En dat is in Suriname gebeurd. Isabi, de man die zegt, het aanvadong, nomo, nomo. Want als je de reacties hoort van, ja, amango biggie money, ja, nou goed. Wat moet je daarmee, mensen? Isabel van Unusenaman, dit toch? Het schort een hoop aan ons. En ja, het is ook nooit goed, hè? Want zie je deze aantreden van deze regering, dan je ziet het aan niet, dat ja, alles wat de man die ze doet, no boom. En mensen geven erop af. Nou, dus dan, ja, goed. Ik zou zeggen, moet je luisteren, kijk. Zodra jij zegt van moet je luisteren, kijk, nou, we poersen toch hier op Brunswijk, met Brunswijk komt naar Bakken vragen Jan in Den Haag. Ik wens je veel succes. Je moet dat zeker doen, ja, zeker weten, begrijp je? En dan, ik zou zeggen, ga je gang, ga vooral je gang, want ja, als je zegt dat hij het beter kan, dan moet je het doen. Ik wens je veel succes. Isabel, if je vindt dat, ja, nou, Libby Brunswijk, dan koop het Boutersen. Ja, ik wens je ook veel succes. Je zing, mag ik een vraag aan Jansson en Sani? Ik ga je vreselijk veel succes wensen, want ik weet dat het hem niet gaat worden. Maar ja, jij woont daar, jij kiest je leiders en jij moet bepalen wat je doet. En mensen, ik moet u eerlijk zeggen, ik begin het een beetje warm te krijgen in die studio. En ik moet toch iets gaan aanmaken, dus ga nergens naartoe, ik ben zo bij je terug. Want ik moet die airco aanzetten, want ja, het werkt niet. Het is baldadig warm. Ja, mensen, daar ben ik weer. Ik heb het nodig hoor, mensen, die dingen. Even kijken hoor. Ik krijg een paar apps. PPI, ja, Personal Protective Equipment. In het Nederlands PBM, persoonlijke beschermingsmiddel. Zo, dank u wel, meneer Hoes. Zie u. Even kijken, mensen. Kijk. Dag meneer Singh, met een vaste luisteraar van uw programma. Er is breaking news, ik weet niet als dat fake news is, maar ik hoor dat VHP de samenwerking met ABOP verbreekt. Heb u daar nieuws over? Ik ben benieuwd. Groetjes van Sandra uit Dordrecht. Ik moet u eerlijk zeggen mensen, ik heb daar geen berichten over, maar het zal me niet verwonderen, zeg ik u eerlijk, want ja, het gaat vreselijk slecht in Suriname op bestuurlijk niveau. En ja, ik heb u in mijn afgelopen zondag verteld dat je merkt dat hele DNA, vingerafdruk, alle dingen van Sarju in, bij Brunswijk. En ja, laten we eerlijk wezen mensen, kijk, deze mensen gaan geen vooruitgang kunnen brengen voor het Surinaamse volk. Het kan niet zo zijn dat, kijk, de VHP heeft in, hoe heet het, in het parlement, als oppositie, tussen twee mensen moeten vechten. Eerst met de coalitie
En daarna met de regering. Terwijl de coalitie een controlerende taak heeft. En daarom zijn we in dit soort problemen geraakt. Hè. Dus het brengt wrevel en ja, laat me voorzichtig zijn en er niet op ingaan. Maar voor mij zou het geen verrassing zijn dat je de VHP de dingen gaat verbreken met de ABOP. Weet je, want ja, of ze gaan moeten inbinden om samen te werken. Even kijken hoor. Is fake news dat vanaf gisteren er aan de roet. Let op fake news vanuit de NDP. Dus ja, dat is weer Suriname, mensen. Weet je, dat men dat doet. Maar, je weet toch, alles is eerst gossip. Ja? En daarna wordt die gossip toch weer werkelijkheid. Maar laten wij ons beperken tot een analyse van die dingen. Waar het naartoe, waarom en hoe het zo ver is kunnen komen. Ja? Even kijken hoor, mensen hier zo. Meester Singh, een tijdje geleden had je een advocaat in je programma. Is dat de heer Bihari? Ja, dat was meneer Anand Bihari. Het ging over mensen geboren voor 1975, Surinaams recht. Die 75 die Surinaams recht hebben op de Nederlanderschap. Wat houdt hij praktijk? Dank bijvoorbeeld. U moet, kijk, die meneer Anand Bihari heeft zijn gegevens hier zo achtergelaten. U moet contact opnemen met de directie en hij gaat u rechtstreeks in verbinding met hem brengen. Het moment dat veel meer Surinamers dit gaan doen, ja, dan kan hij dat in, hoe heet het, in een groter verband hè, gaan aanpakken, weet u. Maar ik zeg u, kijk, jullie hebben, wij hier zo hebben veel meer rechten dan we denken. Alleen ja, je moet het kunnen verzilveren, mensen, Isabi. En ja, als je niet samen gaat, maar u weet toch, ik ben de generatie dat voor de onafhankelijkheid hier zo is gekomen. En deze generatie van ons, die sterft een beetje uit. En ja, onze kinderen die hebben geen band met Suriname. Dit gaat ook de bottleneck en een soort probleem vormen voor Suriname. Met name, kijk, als je... Je ziet het in Suriname al, hè? Men wil toerisme promoten, al dat soort dingen. Ja, leuk. Maar wat heb je te bieden als land? Want ja, kijk, de grootste toeristensector van Suriname... kwam van ons, die naar Suriname gingen, omdat we een band hadden met Suriname. Maar omdat Suriname weinig te bieden heeft. Als ik je zeg dat Surinamers naar Mauritius gaan, naar Maleisië, naar al dat soort andere plaatsen. Weet je, waar ze waar krijgen voor hun vakantiegeld. En in Suriname is een en al weerde. Ja, die directeur had het met die meneer Roemi Knoppel erover in zijn praatprogramma. Van ja, dan kom je daar aan zetten en dan word je geschreeuwd als een klein jongetje, Isabi, dit soort dingen. Terwijl, kijk, als ik je zeg dat je, wanneer je naar andere landen gaat, je warm onthaald wordt en ja, je bent geen koning. Maar je krijgt wel een welkom gevoel en mensen zetten zich in omdat ze weten, ze hebben het besef ervan dat ja, zonder jou komen er geen dollars en euro's er het land binnen. Ga dat maar uitleggen aan Surinamers, die mannen denken van ja, ja. Wel. En nu zie je dat probleem komen, dat we niet gaan gaan. Maar op die e-mail van die meneer, ja, u hebt veel meer rechten dan u denkt hoor. Want ja, net wat ik zeg, dubbele nationaliteit, stemrecht. En, want als je die nationaliteit van Suriname hebt, dat geeft automatisch stemrecht toch? En je moet als Surinamer behandeld worden, mensen. Even kijken hoor. Meester Singh, je moet reality blijven. Loop de huidige regering niet te hard van stapel om meteen bedrijven toe te laten in Suriname. Heeft Suriname een goed milieuplan en zo kan een waslijst opnoemen. Denk aan de kwestie Suralco. Wat denk van de problemen van Nederland, Europa, overbrengen van Suriname, BV, COVID-probleem, etc. Stikstofprobleem, etc. Ja, moet je luisteren, ze gaan eraan beginnen. Ze gaan eraan beginnen, zeg ik u eerlijk. Want ja, kijk, als er niets vanuit Suriname uit de grond komt, dan moet je het hebben van buitenlandse investeerders. En die investeerders die we gekend hebben, kijk, die zijn onder een bepaalde regime binnengehaald. En dat regime heeft ze allerlei dingen beloofd.
Vergeet niet die Chinese trawlers. Kijk, die mensen wil je niet hebben als investeerders en ondernemers. Maar er zijn een hoop ondernemers die zo vooral dingen... Kijk, Belastingdienst dan bijvoorbeeld. Ja, kijk, die man heeft een scheve schaats gereden, maar hij is aangepakt. Hij is veroordeeld. Dus kijk, dat soort dingen moet je hebben. Kijk, je moet met dit soort landen meegaan, net als Amerika ook. Waarbij ze zeggen van ze hebben een wet in hun wetgeving, wet en regelgeving. Waarbij buitenlandse bedrijven het moment dat ze malversaties uithalen in het buitenland. Dat je niet over, bijvoorbeeld in Suriname, gaan wachten totdat Suriname die man komt veroordelen. Nee, je gaat de man zo aanpakken hier in Nederland of in Amerika. Dat staat in onze wetgeving hier, zodat je social corporate governance, hè, weet je, je moet je daaraan houden. Dat zijn zaken die een stok achter de deur vormen voor ondernemers, dat ze geen domme dingen gaan doen, weet je. Dus je moet dat, daar voorzichtig mee zijn wie je binnenlaat. Maar ja, het moment dat je ziet dat Surinaamse ondernemers willen gaan investeren, en wij onderschatten dat, als ik hier laat zien hoeveel Surinamers aandelen hebben, effecten, obligaties, en noem maar op en dat soort dingen, weet u. En flink veel geld hebben opgespaard. En ja, wat moet je ermee, mensen? Wat moet je om in jouw manjaan? Heeft jouw auto, jouw telefoon, weet u, want ja, als jij dat kan investeren in het land van je voorvaderen, waarom niet? Maar daar moeten wel goede regelingen voor zijn. Even kijken hoor. Meester zien jammer dat Sandra niet de bron natrekt. Waarom belast Sandra de wereld met fake news? Ik heb interesse. Nee, zo moet u het niet zien hoor. Elk nieuws is goed. Ook fake news is goed. Alleen je moet het analyseren om te zeggen van moet je luisteren, kijk, dingen. En in Suriname moet je daarmee oppassen. Net wat ik gezegd heb. Het begint als een gossip en het eindigt als de harde, ware realiteit. We hebben het gezien met dat ding van Moestad, Jan en Adesan, dat is. Want ja, mensen, laten we het eerlijk zeggen. Je mag boos worden. In Suriname leven er een hoop leugenaars. Mensen, je mag inbellen. Je mag ook achterover zitten en luisteren naar wat ik allemaal te zeggen heb. Dat ding van meneer Ramdin, Albert Ramdin, dat ding... Naast die 3,5 miljoen dat hij gehad heeft, wil ik focussen op die 19 miljoen mensen. Want dat is die hele struggle waarmee Suriname kwam. Kijk, ik heb u gezegd, je kan niet eens een euro vanuit Suriname halen en brengen naar Nederland. Alles is afgesloten. Suriname heeft zich met het regime van Bouterse, Hoefdraad, helemaal geïsoleerd. Het is vreselijk eng om te zien dat dit soort mensen die aan de top van het land waren, dat land zodanig hebben geïsoleerd, is dat weer. En dat is het erge daarvan. En nu moet deze regering dat ding komen oplossen. Ja? Die 19 miljoen zit bij de rechter. Je mag niet bemoeien daarmee. Een rechter moet een uitspraak doen erover. Dus deze mensen kunnen wel praten. Maar ze kunnen praten over... iets anders dan die 19 miljoen. En daar gaat het om. Dat iets anders is. Van, moet je luisteren. Kijk, ik ga... wat zijn de voorwaarden die je aan mij gaat opleggen? Om ervoor te zorgen dat ik weer... terecht kan om... gelden te kunnen verplaatsen naar Nederland. En met name Europa. Even kijken hoor mensen. Wie we hier hebben. Een hele goede avond, u bent erin. Hallo. Rabinder is aan het woord, goedenavond. Oh, goedenavond. En met wie heb ik het woord? met mij, meneer Singh. Oh, meester Singh, goedenavond. Goedenavond. En ook alle luisteraars. Ja. Vertelt u het? Maar ik kan niet horen dat ik binnen ben. Maar u bent er wel hoor. Oh, ik ben er. En iedereen luistert, dus ik zou maar voorzichtig zijn. Oké. Nou, in ieder geval, ik heb drie luisteraars binnengebracht. Ja. Vandaag. Ja. Dat is een
82-jarige mevrouw Wies uit Limburg. Aha. Een mevrouw Jannie, 70, uit Rijswijk. En een meneer Ramon uit Almere. Aha. 68. Dus die luisteren nu enthousiast. Oké. Okay. En waar ik het over wil hebben... Mm-hmm. Onlangs zei president Santoki dat hij vindt dat de rechter het laatste woord moet hebben in zaken Boutersen. Ja. Hij deed een beroep op de regering en ieder om de onafhankelijkheid van de rechter te respecteren en te waarborgen. Maar volgens VZP, ik denk dat u wel weet wie ik bedoel. Ja. Leven we op die manier naast elkaar en niet met elkaar. Daarmee wil hij zeggen, denk ik, dat Boutersen niet berecht moet worden. Hij vindt het jammer dat wij op deze manier met elkaar omgaan. Ik denk dat hij ook voor zichzelf vreest. Natuurlijk is dat het geval, want ja, hij is de volgende op de lijst die berecht gaat moeten worden. Ja. En dan heb ik nog wat. Je houdt van die Bouta, hoor je tegenwoordig helemaal niks. Maar hij is bezig hoor, op de achtergrond. Ja, wat doet hij? Nee, hij zet die mensen, die Boutares en die, dat soort figuren, weet u. Ja. Ja, en die, die weten niet wat ze doen. En ja, die kan je voor alles voor het karretje spannen, laat me het zo maar zeggen. Ja. Meneer Rabinder, u weet toch wat we hier noemen, de ketters en de papen, de plebs, de miserabelen. En ja, die mensen hebben het moeilijk en ja, voor een bordje kwakka doen ze alles. Mm-mm. Nee, omdat hij had normaal het hoogste woord. Ja. Hij had iedere week een aantal keren had hij een heleboel te vertellen, maar nu helaas niks meer. Uh-huh. Ik denk dat hij ook voelt dat hij diep in de problemen zit. Hij zit vreselijk diep in de problemen, ja. Want ja, het is net wat ik gezegd heb, het is overduidelijk. Je ziet de DNA van Sergio bij hem. Alle vingerafdrukken in zijn gezicht van Sergio zie je gewoon bij Brunswijk terug. En ja, hij kan misschien weliswaar een gedeelte van de bevolking in Suriname bedonderen en belazeren. Maar ja, dat zegt niks natuurlijk. Want mensen die even enigszins een beetje een bepaald beeld hebben van hoe het reilt en zeilt in Suriname, dan weet je dat dit in kolder is toch? Ja. Er moet van betere huizen komen om ons te willen bedonderen en belazeren. We zijn niet geweldig hoor en dat soort dingen. Maar je moet een beetje beter je best doen. Maar nogmaals, kijk, u hebt gezegd van meneer Santoki heeft gezegd van de rechtbank heeft het laatste woord. En ja, van een man die zegt van hij is president van de Republiek Suriname, verwacht je niet anders dat hij de grondwet moet naleven. Want ja, ik meen in artikel 131, maar u moet me te goede houden hoor, weet u. Maar daar staat dingen, zodra lang een zaak bij de rechter is, dien jij je mond te houden. Je mag daar niet in mengen. Ja, al ben je vicepresident of wat. Expliciet weer zegt, hè? Ja. Hij moet dat blijven. Kijk, met mensen als Brunswijk zou je het expliciet moeten herhalen. Ja, omdat ze het niet weten, want ja, kijk, die man weet niet eens hoe je grondwet schrijft, of je het met een D of een T schrijft aan het einde. Weet u? Het is misschien moeilijk hoor, weet u, maar ja. Maar hij is universitair opgeleid, hè? Ja, maar in wat? Die mevrouw zei zondag, hij is 2 keer op school geweest. 1 keer om zich in te schrijven en de andere keer om zijn diploma te halen. Ja, we dollen ermee, maar het zijn mensen die beslissingen nemen. En je weet, dat als je kijkt naar die beslissing die hij neemt, dan weet je van, kijk, er gaat gehaaid gedonder van komen. Kijk, als je zegt, ik zet mijn broer, ja, iedereen praat over nepotisme, leuk, laat dat zitten. Maar kijk, je zet een man en dan zet je die man. Dan wil ik niet gaan over EBS en die dingen, hoe heet het, staatsolie. Want dat heb ik uitgebreid al belicht afgelopen zondagen. Maar als je kijkt, die man is ook commissaris bij havenbeheer. En die man zit bij SLM, ja?
Dan vraag ik me af van, kijk, begrijpt de Surinamer niet wat er speelt? Dat is mijn grootste vraag, of de Surinamer niet begrijpt wat er speelt. Maar u zegt het zelf vaker. Ja, het is jammer hoor, maar ik treed misschien in herhaling van wat u allemaal ook zegt. Een gemiddelde is echt dom. Ik sluit me daarbij aan bij uw nogal wat van uw uitspraken. Een gemiddelde is dom. Ze lopen gewoon mee. Maar kijk nou, als ik tegen u zeg van ja, kijk, begrijp u, als ik iemand zeg op havenbeheer in Paramaribo, Sulcentihaven, ja. Wat ik daarmee bedoel, want dan bedoel ik gewoon, ja, drugsmokkel. Ja. Ja, en als u iemand zet bij SLM, dan bedoel ik ook gewoon weer drugsmokkel. Ja. Weet u, het hoeft niet zo te zijn. Nee. Maar ja, omdat het in het verleden zo wel was. Maar dan beginnen ze al de schijn tegen te hebben. Weet je, dan zeg ik van, moet je luisteren, kijk, om alle schijn van, ja, belangenbehartiging weg te nemen, zou ik zeggen, ja, ik doe niet mee. Ik ga daar niet zitten. Er zijn andere plaatsen waar ik ga zitten. Ja. Maar havenbeheer is besmet, omdat, ja, laatst nog drugs is gevonden. En ja, wat doe je dan als havenbeheer? Wat zijn jouw functies, wat zijn jouw taken? Dat er telkens weer druk via jou door kan gaan. En dan word je daar benoemd als commissaris. Ja, ik zou zo snel mogelijk weggaan vandaar. En zeggen, nee, ik wil een ander commissariaat. Ja, precies. Weet ik. Nee, maar hun maakt het helemaal niks uit, hoor. Ja, en, maar en, kijk, dan moet u niet klagen wanneer wij over jou gaan praten. Nou, want precies. Het maakt ons wel uit. Ja. Weet u, want we mogen hier praten, we leven in een democratisch land. Ja, nee, maar ik heb altijd gezegd, mijn programma, we gaan gewoon roddelen over iedereen, ook over mij. Ik hoop dat die ene meneer, Ramon, die ik vandaag heb gebeld, dat hij luistert. Ja. Want ik zal u vertellen, ik ga geen namen noemen, maar er zijn radiostations in Nederland die beweren dat die mensen uit Suriname en zo hun niet te woord willen staan, omdat ze kritisch zijn. En standvaste radio is niet kritisch. Ja. Nou, ik zal u vertellen, ik heb het niet opgenomen van standvaste, maar ik heb de waarheid gesproken. Ik heb gezegd, zo kritisch als standvaste is, heb ik nog geen enkele andere gehoord. Ja. Ze lopen allemaal mee. Ja. Ja, maar, echt, dat heb ik zo gezegd hoor. Ieder zijn meug hoor, elke, in Suriname zeggen we, Ibriman en Bosse en Wifine en Va, weet u, elk vogeltje zingt zoals hij gebekt is. Ja, en ik zeg u eerlijk, bij standvaste hebben we we hebben een grote bek, laten we het openlijk zeggen, omdat we bespreken iedereen. Weet u wie het gevaarlijke daar is? Ja. Meester Sien, weet u wie zo gevaarlijk is? Hij heet Meester Sien. Nee hoor, het zijn mensen zoals u die zeggen van we hebben vrijheid van meningsuiting, dus ik maak er ruimschoot gebruik van. En het is u goed recht. Geniet van dat fruit. Kijk, in Suriname zie je het ook, hè. Journalisten worden ineens mondig. Ze gaan vragen stellen. Ja. En wanneer een politicus jou dan confronteert, maar kijk nou, deze vraag had je 10 jaar eerder moeten stellen. Dan waren we niet in deze puinhoop beland. Ja, dan heeft men geen terug en weer wederwoord. Weet je, want hij heeft gelijk. Heeft gelijk. Ja. Maar laat me dit zeggen, meneer Rabinder. Ja. Laat me die meneer Ramon welkom heten en die twee dames. Weet je. En Jannie. Ja. Laten we kijken of ze gaan mee participeren en een zegje doen en zo, weet u. Ja. Nee, en oké. En nou, dat zeg ik, standvaste heeft 80.000 luisteraars. Nou, op al die 80.000 dan eentje binnenhalen, hebben ze al 160.000. en dan wilde ik nog in twee puntjes. Ja. Ik heb onlangs vrij recent gehoord hoe de heer Frans Pinas die meester Asset heeft geïnterviewd. Uh-huh. Ook in zaken Boutersen en ook in zaken Boefie. Ja. En Boutersen heeft daaruit ook kunnen vernemen wat hem allemaal te wachten staat.
Want in wezen is hij nu, nu kan hij al binnen zitten, maar hij loopt nog rond. Ja, maar kijk, met het hulp, wat, kijk, die minister is hier geweest. Samenwerken, justitie, politie en rechterlijke macht, ja. Dan gaat het een beetje moeilijk worden, ja. Weet je, voor Bouters. Maar u moet het zo zien, gewoon wetgeving van Suriname toepassen. Het moment dat de rechter tot tweemaal toe tot een conclusie komt, ja, dat hij zegt van moet je luisteren, kijk, maar ik blijf bij mijn eerder genomen vonnis. Ja. Ik zie geen aanleiding, gezien alle bewijsmaterialen die voor mij liggen en die jij in jouw verweer hebt aangebracht, zie ik geen aanleiding om af te wijken van mijn eerder genomen standpunt, mijn vonnis. Dan zeg ik van moet je luisteren, kijk, ik handhaaf mijn vonnis, maar ik doe er een schepje bovenop. Want ja, als ik tweemaal tot die conclusie ben geraakt dat je wel schuldig bent, dan wil ik je wel alvast in verzekering stellen. Snap u? En dan zeg ik van ja, kijk, dat kan een rechter doen om te zeggen, ja, maar dan, je gaat alvast zitten en dan kan je in hoger beroep gaan tijdens je zittingsperiode. En daarna, als het niet, als blijkt dat ja, ik het toch fout had, dan word je gecompenseerd, dan word je vrijgelaten en dan krijg je schadevergoeding. Ja. Maar ik zie het zoals ik het nu zie. Ik heb er twee keer over goed na moeten denken en twee keer onderzoek naar gedaan. En als ik tot een andere conclusie kom, dan heb je voordeel. Maar als ik tot een hetzelfde conclusie leid, ja, dan houdt het op. Dan, ja. Een rechter heeft dan twee keer naar jouw zaak gekeken. En dan moet je consequenties daaraan verbinden. Dat je gaat zeggen van moet je luisteren. Ik ga jou wel in voorlopige hechtenis nemen. Ja, dat kan. Ja. Dus dat is geen probleem. Ja, ja, ja. En dan heb ik de echtgenote van president Santoki. Ja. Die zit nu toch ook in die oliecompany. Ja, ja. heeft u al de laatste berichten kunnen beluisteren hoe dat komt en hoe dat allemaal is gegaan? Hoe dat komt, hoe dat is gegaan, zeg ik u eerlijk. Ik meng me daar niet in. Ik meng me alleen in de wetgeving, hè. Om te zeggen... Ze hebben het... u zult die Alvin Roosveld kennen. Ja. Hij doet dat programma Krien Takkie. Uh-huh. En dan in aflevering 2, dat is vrij recent, ik geloof dit weekend nog, heeft hij president Santoki geïnterviewd en die First Lady... En dat zijn de verklaringen naar buiten gekomen. Uh-huh. Hoe dat komt, dat zij daar is. Maar ik kan u één ding zeggen, kijk... Santoki moet ook een beetje consequent blijven. En zeggen, moet je luisteren, kijk... ik heb haar nodig. En ja, ik zet haar in. Klaar, punt uit. Als je het niet goed vindt, ja, ga maar protesteren op straat en haal ons weg. Ja, maar dat heeft hij ook gezegd. Hij blijft erbij. Weet hij u? Heeft ook verteld waarom hij dat heeft gedaan. Want u moet niet vergeten, kijk... Die mevrouw heeft bepaalde studies gevolgd. Ja. Ja. Dus wij gaan haar nodig hebben. Internationaal business. Ja, goed zo, weet u. Wij gaan haar nodig hebben. En als zij een beter contract kan bedingen, ja, dan zeg ik, laat haar gaan. Laat haar het doen, weet u. Maar ja, in Suriname, alles wat deze mensen doen, gaan ze de grond hebben. Die man is met 3,5 miljoen. Naar Suriname gekomen vanuit Nederland. Ja, men zit ook te klagen erover. Mm-hmm. Weet u, maar ja, ik begrijp dat niet, weet u. Het is, daarom hecht ik er daar niet zoveel waarde aan. Nee, maar zoals die verklaring is geweest, ook van president Santoki, want hij heeft het duidelijk verteld en hij staat erachter en zij ook, dan ik heb niks terug kunnen vinden dat ik denk van. Nou, ik sta er niet achter. Maar kijk nou, meneer Rabinder, u bent fiscaal jurist toch geweest? Nee. Huh? Ik ben juridisch adviseur. Oké, juridisch adviseur. Kijk, luister jurist nou. Jurist bent u. Ja, goed luister. Kijk, als je een vrouw hebt die zegt, ik heb international business law gestudeerd. Ja, dan zeg ik tegen haar, oké, goed, dus je weet te praten over GATT. General Agreement, Tariff en Taxes. Je wil te praten over OESO's, je wil te praten over een BIT, ja, Bilateral International Treaty, en nog meer van die dingen. Is er iemand anders die dat kan? Haal haar weg.
Kan zij dat? Zet haar maar. Precies. Zet haar in voor dat land. Is het. Ja. Dat en deze is man heeft er altijd is gezegd. Er is niemand anders daar die dat zou kunnen. Ja, weet u. En ja, ik heb ook in mijn programma gezegd, velen willen het wel, maar ze kunnen het niet. En velen kunnen het wel, maar die willen het niet. Mm-hmm. Ja. Ik ben één van ze van de laatste categorie. Ik kan het wel, maar ik wil het niet. Omdat ja, ik heb de pest eraan wanneer je ziet van ja, kijk, alles wat deze mensen doen, ja, gaat ze niet in dank worden genomen. Al kom je en je brengt pakketten thuis voor hun gratis en je geeft ze nog €1000, ze gaan je toch uitschelden. Omdat ze jou niet willen, ze mogen jou niet. Ja. Hoe dat komt, weet ik niet. Dus ja, ik zou zeggen, jongens, gewoon doorgaan met regeren. Alleen, let op Brunswijk, want ja, de zwakste schakel in dit is Brunswijk. En ik ga blijven zeggen, omdat ja, ik, net wat ik gezegd heb, ik zie de vingerafdrukken en de DNA van meneer Dilip Sardjo in de gezicht en overal in de ABOP, zie ik gewoon hangen. Ja, want zelf die Ruben Ravenberg, kent u hem? Dat is zo'n rampfiguur, dat heb ik een keertje... Maar die heeft recent nog weer gezegd, hij heeft geen enkele vertrouwen in die Brunswijk. Ja. Ook met al die mensen die hij laat binnenkomen. Ja. En er is nog iets in zaken die ABOP. Ik weet niet of het u al is opgevallen. Ja. Maar hun logo heeft zo paars, die nieuwe logo. U had dat al gezegd, hè, maar het was van die man die heeft dat ding bewerkt. Paul Middellijn, hè, heet hij. En daar moet hij mee oppassen, weet u. Oh. Ja, het is een... hij heeft het gedaan. Ja. Ik had het gezegd, dat heeft u heel goed onthouden. Ja. En dan heb ik nog een vraag. Die citaten van Mohammed Ali, die heeft u ook nog ontvangen? Ik heb ze ontvangen, bedankt ervoor hoor. Maar dat heeft u gezien, hè? Ja. Dat Mohammed Ali heeft gezegd, als je zegt wat je kan en wat je doet, dan ben je geen opschepper. Ja, precies. Dus u bent geen opschepper. Oké, dank u wel, dank u wel. Dan heb ik gedacht, ik moet het u laten toekomen. Oké. Okay. Nee, is goed. Dan ga ik het hierbij laten. Misschien is er iemand anders die wil inbellen. Ja, ik ga u bedanken en blijf luisteren, ja? Oké. Okay. Goed zo. Dank u wel. Prettige avond allemaal. U ook. En nogmaals, gaan jullie echt zo door met het programma. Het is geweldig. Ah, dat is geweldig, ja? Oké. Okay. Thank you. Oké. Okay. Daar. Bye bye. Ja, mensen. Je weet toch, hoge bomen vangen veel wind. Dus als die meneer zegt van ja, hij heeft bij andere stations geluisterd en ze gaan ons bekritiseren. We staan daar open voor hoor. Isabi, kritiek is mijn achternaam. Een hele goede avond, u bent erin. Ja, goedenavond meneer Singh met Roberta. Ah, mevrouw Roberta. Meneer Singh, ik had twee vragen. Aha. Mijn eerste vraag is namelijk, als deze kabinet, regering, komt te vallen, ja, neem ik aan dat er nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven, toch? Dat hoeft niet per se, hoor. Daarom. Ja. Kan het zo zijn dat, zeg maar, ABO met NDP kan gaan samenwerken, een coalitie kunnen vormen? Ja, dat kan. Ja, want daar hebben ze meerderheid. Ja, daar hebben ze sowieso meerderheid. Daar hebben ze 26 met BEP erbij, hebben ze 28. Mm-hmm. Toch? Oké. Okay, ja. Dus, oké, okay, dan weet ik dat. Waarschijnlijk willen de mensen terug naar de laatste 10 jaren. Ja, precies, ja. Zoveel kritiek op deze nieuwe regering, nog geen 5 weken. Ja, 10 jaren lang konden ze niet. Makito alleen, Curtis alleen met pa monide. Nog met een bordje alleen, moederziel. Ja, ja, ja. Echt, ik... wacht, wat was mijn tweede vraag wat ik wilde stellen? Dat weet ik niet meer. Maar ja. Mevrouw Roberta, weet u hoe dat komt? Ik heb dat ook hoor. Ze noemen ons ouderdom toch? Ja. We vergeten. We vergeten. Nee, maar dit was eigenlijk het belangrijkste wat ik wilde weten. Nee, niet verder denk ik dat mensen gewoon geduld moeten hebben. Bouters had ook zoveel beloofd toch? Ja, kijk, ik kan niets zeggen over deze regering. Want ja, ze hebben nog niets uitgevoerd. Weet u, het moment dat ze dingen gaan uitvoeren, ja, dan pas kan je zeggen van, oké, nee, maar hoe, wat weet u? Even,
jaartje toch. Maar ik begrijp het niet, mevrouw Roberta. Kijk nou. Kijk, wat biggie smaak. Kijk, als ik iemand in dienst neem, bijvoorbeeld, en dat zeg ik van, moet je luisteren, je komt werken. Ja, je hebt een werkperiode van een aantal maanden. Ja, ja, en daarna ga ik jou beoordelen, kijken hoe of wat. En dan plus, dan ga ik zeggen, kijk, je moet hierop letten, daarop letten, en ga het doen. En daarna een aantal maanden zie ik van, moet je luisteren, kijk nou, ik heb zoveel tijd en moeite in je geïnvesteerd. En ja, het loopt de spuigaten uit, dus ja, je moet wegwezen, ik ga niks voor je verlengen. Dus dag, weet je, maar dan heb je die persoon een redelijke termijn gegeven om dat te gaan doen. Mensen kunnen niet eens een huishouden runnen. Laat staan een land en daar hebben ze zoveel kritiek. Ja. Ze zijn net gekomen, ze zijn nog ineens behoorlijk, denk ik, op hun plekje. Hun stoel waarop ze zitten, weet je, je moet even toch. Van, ai, zit het goed, zit het niet goed. Ik snap het niet waarom mensen zo, of het nou NDP'ers zijn, die bellen en zoveel kritiek leveren. Of wat het is, ik snap het niet. Zoveel kritiek op Boutersen. Boutersen had toch ook zoveel beloofd. Waarom zijn ze toen niet op straat gegaan? Van waar zijn die diepzeehavens en W-Prem en W-Huizen en Minosabi? Wat allemaal. Nee, dit is veel of veel. En die man is echt goed. Hij, weet u, hij is goed bezig. Het enige wat ik vind is ABAP, Brunswijk, VP die een beetje vreemde capriolen wil uithalen. En hij zal zijn redenen hebben, dat weten we al. Maar, nee hoor, ik vind het, ze moeten, dus ze namen, ze verdienen gewoon geen goed. Maar meneer, mevrouw Roberta, nou gaat op het is maar dat veren. Ja toch? Want dan gaat op vloek de man dat hij even tak, ja. Dan is op zijn boek naar de zaden. Nee, maar tak, altijd dan gaat op tjing. Ik bedoel, als stel dat deze kabinet komt te vallen. Brunswijk sowieso, hij gaat bij NDP gaan. Ja. Nou, toch is in de meerderheid met NPS, hebben ze maar 23 stemmen. Mensen snappen niet dat Brunswijk misschien ook aan het chanteren is, want hij kan elke keer zeggen, hij kan luisteren. Weet je niet? Dan ook weer. Ja, maar dat doet hij ook. Dat doet hij ook, want we zagen het bij die dingen van die oil en gas ministerie. Dat is precies dat ding wat ik heb uitgelegd afgelopen zondag van meneer Dilap Sarjo. Vandaar dat de NPS het veld moest ruimen. Maar ja, daar heeft VHP, en dat moet ik toegeven, daar heeft VHP steken laten vallen. Want if you give one finger, no, take a hair anno. Daar moest VHP opstaan en zeggen, nee, moet je luisteren. Wij zijn met z'n vieren hierin gestapt. We hebben een regeerakkoord gesloten met z'n vieren. We hebben die ministersposten verdeeld. Niet die ministerskandidaten, die posten. Jij krijgt dat, die krijgt dat en zus. Weet u, en je bent ermee akkoord gegaan. En nu kom je erop terug. En daar heeft Santokki, dan moeten we eerlijk toegeven gezegd van, moet je luisteren, kijk, je bent niet in de bres gesprongen als grootste coalitiepartner om te zeggen, moet je luisteren, kijk nou. Ik ga geen misbruik maken omdat ik een numeriek getal groter ben. Maar we hebben iets afgesproken en als jij je niet aan afspraken nu al houdt, dan brada, me brocco, dan negodoro. Omdat, ja, we weten die oil en gas is weer die Dilip Sarjo met dat ding van Wärtsilä. Die generatoren van EBS, ja. Die Suriname Oil and Gas Company van hem. Die benzine geleverd kreeg, weet u, aan de EBS. En daar flinke winsten mee maakt. Dus ja, die man zit... Hij wil gewoon deze hele sector wil hij voor zichzelf, hè? Ja. En ja, kijk, als ik een dom persoon heb die me daarbij helpt, ja. En ik krijg een paar trucjes van mij en dat dingen. En ja, moet je luisteren, ja, waarom niet? En ja. Hij kan vrij met zijn concessies en zijn Scalians Brunswijk dan zijn dingen doen. Ja, maar daar verdient hij toch niks aan, want ja, hij heeft weer die deal op Sabjo nodig. Ja, want kijk, Brunswijk kan niet naar Luxemburg, Amsterdam of naar Zwitserland komen om te zeggen, kijk, ik kom op de kapitaalmarkt, kijk, ik heb 20 kilogram goud, heren, probeer het voor me kwijt te raken aan de hoogste bieder. Hij kan dat niet doen, want jij mag niet reizen. Dus ja, hij heeft Sarjo nodig om hem te helpen. Want ja, die heeft nog wel contact in het buitenland. Ja, die hem kan helpen van, ja, moet je luisteren, hier heb je wat geld voor dat goud. Hij gaat nooit de wereldmarktprijs krijgen, maar hij is al lang blij. Omdat,
kijk nou, weet u, ik ben voorzichtig hiermee. Maar meneer Brunswijk, ja, die heeft weinig kennis van zaken, heeft weinig van de wereld gezien. Zelf in Frans-Guyana mag hij niet gaan. Nee, hij mag niet, ja, Cuba, Venezuela misschien, maar Europa sowieso niet. Ja, Cuba, Venezuela, dat was Bouterse stekkie, maar niet van Brunswijk. Als Brunswijk moet weten dat hij een dagje ouder wordt en dat er iets gaat, kijk, elke persoon die oud wordt, die gaat mankementen krijgen. Als ik hem was, zou ik hem adviseren, van moet je luisteren, kijk nou. Sakai Skafu, doe rustig, want de Fayamiti en ja, gezondheidszorg is slecht in Suriname, zou je naar het buitenland moeten. Dus liever begin je nu te denken aan de toekomst, aan je oude dag, want ja, weet u, als je ziek wordt en je kan niet geholpen worden in Suriname, zou je naar het buitenland moeten. Maar als je niet ontvangen wordt in het buitenland, heb je een vreselijk probleem voor jou. Want we zagen wat er in Suriname gebeurde. Meneer Limbo, die ging naar het buitenland voor medische behandeling. Meneer Hoogart ging naar het buitenland. Al deze mensen, waarom? Omdat ze niet geïnvesteerd hebben in de gezondheidszorg. En nu ook, we gaan nu tijd en moeite in de gezondheidszorg steken. Maar dat gaat weer een aantal jaren duren voordat het weer optimaal is. Moet je nagaan dat er een minister naar Nederland komt en dan 3,5 miljoen krijgt om dan COVID-artikelen te gaan kopen. Weet u, dat is toch erg. Daar hadden wij toch al in moeten kunnen voorzien. Ja, maar als er geen geld is, er is niet. Mensen ja. Willen niet deze burgers een SRD extra op de benzine. Dan praten ze over de multinationals. Voordat zij met de multinationals een afspraak kunnen hebben, is al een jaar. Nee, maar dat is het allerdomste wat je kan zeggen. Ik begrijp dat niet, dat iemand dat tegen mij zegt van ja, jullie moeten naar die multinationals gaan en daar geld vragen en die dingen. Ja, wat de hel is dat nou? Kom op. Weet je, kijk, begrijp de Surinamer niet van moet je luisteren, kijk, ik ga naar een multinational. Oké, mevrouw Roberta, kijk, we wonen in Nederland hoor. Wij weten iets, vele Surinamers zitten in schuldhulpverlening. Wat gebeurt er dan bij jou? Jouw inkomen wordt weggehaald bij jou, ja? Dan kan je gaan zeggen nu, als persoon die in de schuldhulpverlening zit, van moet je luisteren, ik wil mijn inkomen verhogen, dus ik ga mijn inkomen verhogen, dus door te gaan werken een paar uur, ja, dan wordt het gestort op mijn rekening, heb ik wat extra inkomen. Mooi niet, want het extra inkomen van jou gaat naar de curator of de bewindvoerder of die schuldhulpverlener. En die gaat jouw schulden betalen. Dus als Suriname zegt van kijk, we moeten naar die multinational gaan om dan extra geld te vragen en dat soort dingen. Want ja, dat goud. Ja, maar de inkomsten van Suriname is al verpand. Het is bij een curator, het is bij een bewindvoerder. Dus als je gaat vragen, gaat hij zeggen, luister, ik vind jullie zulke lieve mensen. Inderdaad, je krijgt wat geld van me. Ik stort het voor jou, alsjeblieft. Maar je kan er niks mee, want dat geld zegt... Die meneer Oppenheimer kan zeggen, oh dankjewel hoor, dankjewel. Dan kan ik mijn schulden sneller aflossen. Wat heb je bereikt? 0,0 toch? Dus je moet je daar niet op gaan focussen. Omdat als je gaat vragen, zeggen ze, ja alsjeblieft hier. Maar dat geld mag ik niet aan jou geven. Ik moet het aan Oppenheimer geven. Want meneer Financiën, meneer Hoefdraad, heeft mij een contract laten tekenen. Namens de regering. Dat al deze gelden die ik aan jou moet geven... Ik rechtstreeks moet overmaken aan derden, niet aan jou. Dus als regering heb je er niks aan. Snap je? Nee, ik snap het helemaal. Maar weet u wat het is? Er zijn talkshow hosts in Suriname. Ja. En ik denk dat ze populair willen worden. Ik snap het niet. Maar dat ze met zij komen met zulke ideeën. Alsof het, als je vandaag naar... ze snappen niet, ze onderzoeken niet. En het is gewoon uit de lucht gegrepen, ja... I am good. Alsof het je gaat vandaag en morgen storten ze miljoenen voor je. Nee, maar kijk nou, dat soort mensen, ja, die moet je ook niet kwalijk nemen. Hè. Die zijn jarenlang verstoken geweest van onderwijs. Dus ja, die raskalen maar wat. En ja, nee, dat gepeupel, die loper achteraf. Achteraan. Nee, ik heb het over arts. Ik ga geen namen noemen. U hebt het over? Arts heeft een talkshow programma elke dag. Ja, ja. Een radiozender in Suriname, ik neem aan, arts.
Ja. Arts, ga maar temperatuur meten, bloeddruk meten en dat soort dingen. Maar ja, als u wil dingen, moet je tijd en moeite investeren erin. Om te gaan kijken van, wil u me zeggen dat die meneer niet weet dat meneer Hoefdraad, verdacht wordt van het verpanden van Surinaamse eigendommen. En een van de Surinaamse eigendommen zijn rechten uit, grondstoffen. En dat mag je niet verpanden. Dat is voor het Surinaamse volk. En wanneer de PG jou dan wil aanklagen daarover, dan moet je dat toch weten dat jij dan fout bezig bent. En kijk, als je daar ter plekke woont en jij dat als Surinamer zijnde op je borst laat, ja, we zijn Surinamers en dit, dat, al dat soort onzin, en jij begreep niet eens waar het over gaat, dan zeg ik maar, ga temperatuur meten. Weet je, en ja, ga bloeddruk meten. Maar meng je niet met dit soort dingen. Ga lezen naar die... Ik weet dat het 148 pagina's zijn. Maar als je wat wil zeggen, dan moet je kunnen uitleggen aan de gemeenschap van hoe of wat. Meneer Hoefdraad heeft al die inkomsten van I Am Gold en van Newmont verpand. Je kan er niet mee bijkomen. En alle inkomsten betekent niet alleen dat je zegt van ja, maar kijk, die inkomsten, die royalties, moet ik meegeven aan meneer Oppenheimer. Nee, alle inkomsten. Dat wil zeggen, als ik ga onderhandelen met I Am Gold of Newmont, dan moet ik die inkomsten die daaruit gestort gaat worden, rechtstreeks aan meneer dingen geven, Oppenheimer. Dus het heeft voor mij geen zin om naar een groot maatschappij te gaan. Het heeft geen zin. Het is echt toch? Maar mensen komen gewoon, weet u, met zulke ideetjes en bellen negatief. Maar ja, ik moet u bedanken, want de tweede vraag, ja, ben ik erop gekomen. Oké, zo. Ja. Memory. De tweede vraag was dit. Wouters is gevonnist voor de 15 december. Ja. Maar stel dat er nu, door de nieuwe regering, hoe de onderzoeken bezig zijn, en dat er na een tijdje, voordat hij, voordat zijn hoger beroep is, cassatie, nou, hoger beroep. Hoger beroep. Hij is, dat dan boven water komt dat meneer, hij is de eindverantwoordelijke van de voorbije regering, en dat hij dan feiten begaan heeft waardoor hij aangeklaagd kan worden. Mm-hmm. En kan hij dan, voor andere feit sowieso, maar kan hij dan opgepakt worden, opgesloten worden bijvoorbeeld door malversatie bij de centrale bank? Nee, natuurlijk, maar dat is nog een tweede zaak dat daar bovenop komt. Oké. Okay. Weet u, kijk, dit heeft alleen te maken. En dit is niet zomaar, is geen civiel rechtspraak, hè. Dit is de krijgsraad. Hij wordt veroordeeld als militair. Mm, een militair die heeft insubordinatie heeft gepleegd. Weet u, ik weet niet of Suriname nou een militaire gevangenis heeft waar hij terecht gaat gaan. Maar het, straks ga je zien dat meneer Amoksi samen met de mevrouw van Defensie moet gaan werken. Om te zeggen, moet je luisteren, die man was een gewezen militair en is veroordeeld door de krijgsraad. Ja. En ja, de militaire politie moet hem komen halen en dan gaan opsluiten. Weet u. Maar dat is dat gedeelte van het plegen van een staatsgreep is nog niet erop gekomen. Als het nu gaat komen, van moet je luisteren, dit proces gaat zuiver om het vermoorden van Surinaamse burgers. En dan komt er nu nog een andere aanklacht bij. Ja, ik neem het apart, hè. Die man heeft de grondwet, een wettig gekozen regering, weggejaagd en weggeschoten. Tot tweemaal toe. En meneer Granoos mag zijn borst nat maken. Weet je, want dat kan ook bij hem komen. En dan krijg je nu dat ding. Dan kan er nog een derde aanklacht komen. Ja, van om te zeggen, moet je luisteren. Kijk, tijdens zijn presidentschap, heeft die man dit en dit en dat gedaan. In strijd met deze wet en dat soort wetgeving. Met name de bankwet. Want ja, kijk, de PG is niet gek. Met de arrestatie van meneer Cormont, Gilmar de Cromosuto, gaat er zoveel naar buiten komen. Kijk, eigenlijk wat je ziet gebeuren hier is paniekvoetbal in Suriname. Mensen als Bova gaat genoemd worden bij de SPSB. Mensen als mevrouw Simons gaat genoemd worden. Meneer Hooghart, meneer Kensenhuis. Ik noem namen, weet je waarom? Ik heb wel mijn huiswerk gemaakt. Waarom?
Omdat, kijk, meneer Hoegaard, die was bouwer. Ja. Naast parlementslid, vakbondsleider, ging hij ook huizen bouwen. Maar hij ging geld lenen en heeft het nooit betaald bij SPSB. En hij kon dat doen omdat Bouterse meneer Guilmardo Cormosuto opdracht geeft. Ja, geef hem, want ja, we hebben hem nodig om de ambtenaren koest te houden, zodat de ambtenaren niet op straat komen. Weet u? En ja, kijk, meneer Guilmardo Cormosuto gaat al deze verklaring overleggen, want hij is niet gek. Hij gaat zeggen, maar moet je luisteren, ik wil dit niet op me nemen. Ik heb gehandeld in opdracht van, weet u? En ja, vertel maar. En zo wordt dat, krijg je een soort overstroming, hè? Een soort uitdijing van personen die betrokken raken bij al deze schandalen. En dat vind ik mooi en dat is goed doordacht. Hoofdraad hebben we al. Ja, hoofdraad die is ten dode opgeschreven. Alleen, kijk, met dit soort kleine mensen, deze, daar betrek je nog veel meer mensen erbij om te zeggen, ja, maar jij wil ik ook hebben. Jij hebt jarenlang, meneer Amstad Abdul, ja, meneer Misikaba ook, hebben ook gesnoept uit de bank van de SPSB. Het gaat een hele grote sneeuwbal worden. Aan ja, goed zo, goed zo, ja. De pionnen worden ingezet om in te bellen en columns te schrijven en dit en dat te doen. Ja. Ik hoop van meneer Santoki dat hij het kracht heeft om gewoon door te zetten. En de first lady vind ik echt the right woman at the right place. Mensen gaan u haten. Mensen gaan u vreselijk haten. Ze mogen me haten. Als iemand met dezelfde kwalificaties naar voren treedt en hetzelfde hart, dan mag het. Ja, maar tot nu toe, nee toch. En meneer Boussaid, mensen praten niet over meneer Boussaid. De Boussaid is toch ook daar? Ja, ja, maar dat is ook een apart gevalletje hoor. Want ja, kijk, we zitten hier zo. Meneer Boussaid tijdens zijn ding. Kijk waarom de banken in Suriname in problemen zijn. De banken hebben al hun gelden uitgeleend aan deze regering. Ja. En wij noemen dat met een ander woord, ja, monetaire financiering. Ja. Weet u. En kijk vandaag, wij hier in Nederland met de kredietcrisis hebben geleerd, banken moeten verplicht een bepaalde buffer aanhouden. In Suriname buffer, ze hebben alles uitgeleend aan de regering Bouterse. En ja, Bouterse gaat gewoon uitlachen en zeggen, ja, jij bent toch bankdirecteur. Jij hebt ook een verantwoordelijkheid. Jij had me niet moeten lenen. Ja, als een bedelaar aan de Maagdenstraat zit en hij loopt de bank binnen, dan zeg je wegwezen, je zet hem er buiten, want ja, ik ga je ook geen geld lenen. Wat is het verschil met Bouterse? Als Bouterse je komt vragen en je bent zo gek om hem toch te geven, je weet dat hij je niet gaat betalen. Ja? Want kijk nou, als Bouterse naar de Finanbank, de Hakeringbank en de DSB-bank gaat om geld te lenen, dan moet je toch al weten van, ja, waarom komt deze man? Het is geen eer dat hij bij jou komt, nee. Gewaarschuwd. Ja, je moet het niet als eerst zien dat een president jouw geld komt lenen bij jouw bank. Het is een schande dat een president naar een bank moet gaan om te lenen. Het moet een hele diepe schande zijn, laat het duidelijk gezegd zijn. Want een president moet dat niet kunnen en willen doen. Hij moet zelf op zoek gaan naar geldsmiddelen binnen het bestek van het Surinaams leven. Ja. En niet naar een bank. En daarom zeg ik meneer Boussaid, ja, ik ten tijde van zelf had hij ook geld geleend aan de Surinaamse staat. En ja, wij zeggen dat het is monetaire financiering. Weet u, Bouterse heeft het nooit met Suriname gemeen. Nee, anders zou hij nooit mensen, Surinaamse burgers, bloed laten vloeien met op de grond. Met Suriname niet mee, daarmee niet. Ook niet met de burgers. Nooit gemeen. Nee. Het is een egoïst. Eigen belang, want je kan een land dan. Weet u hoe hij het. En hij heeft het zo gespeeld, hè? Ja. Oude leningen, oude betalingen, alles van 2013, wat deze nieuwe regering moet betalen. Ja. Mensen aangenomen in, dus geen geld, centrale bank, nog een lotto. Dus wat hij heeft gedaan, dus echt, mensen zien dat niet in, hè? Ja. Ze zien het gewoon niet in. Ze zitten thuis en ze willen alleen maar van, dat toch, je moet alles doen, geld gaan halen, dit, we moeten vandaag al
Ik snap het niet. Mevrouw Roberta, wij noemen dat, kijk, wanneer je een deal sluit met iemand, een geldschieter of wat, dan zeggen ze een grace period, grace. Een grace period wil zeggen, luister, je gaat me dat geld lenen, ik ga bijvoorbeeld dat ermee doen, maar ik kan jou niet gelijk betalen, je moet me een soort rustpauze geven om mijn plannen te gaan ontwikkelen met dat geld, ja, en wanneer ik dan zo ver ben om wat te verdienen eruit, dan begin ik je te betalen. Maar deze mensen, wat hebben ze gedaan? Ze zijn die leningen aangegaan en ze hebben gezegd, kijk, na 2021 ga ik jou betalen. En ja, nu zit het op het bordje van deze nieuwe regering, ja. Ga maar betalen, ja. En sommigen hebben ze afgesloten in 2014 en die grace period liep op in 2020. En ja, nu zit Santokki ermee, weet u. En ik blijf het zeggen, kijk, Santokki moet ook eens een keertje opstaan en zeggen van, moet je luisteren, meneer Oppenheimer. Ik had jou een brief gestuurd om je te waarschuwen om deze mensen niet te lenen. Wij gaan jou betalen. Wij gaan jou betalen. Maar er is een leerstuk in de wetgeving, in het juridische wereld, zeggen we, eigen schuld, medeschuld. Je bent ook schuldig hieraan, ja, door deze mannen geld te lenen. Ik ben een parlementariër, ik ben gekozen door het volk en ik stuur jou een brief en jij zegt van desondanks ga ik die man toch lenen. Ik weet dat het jouw bedrijf is en zo, dat je je geld zo verdient, maar wanneer Santokki naar een of andere arbitrage of naar een internationaal rechtbank toestapt en zegt, moet je luisteren, nou kijk, ik wil niet dat die Afrikaanse landen zo behandeld worden. Want deze mensen hebben telkens de Afrikaanse economie vernietigd. Omdat zij zwakke presidenten, mensen die zwak zijn en die niet zo begaafd zijn en begunstigd zijn met kennis over wetgeving. Ja, daar maken ze goed gebruik van. En ja, Suriname zit in de penarie. Ik zou zeggen, moet je luisteren, ik ga nooit een juridisch gevecht uit de weg. Ja. Want ja, kijk, ik heb jou gewaarschuwd. Een gewaarschuwd man telt voor twee, dus Oppenheimer. Ja, je had het moeten weten. En meneer Fitz heeft jou gewaarschuwd, meneer Moody's. Ze hebben Suriname stelselmatig gedowngrade. En toch ben je in zee gegaan om ze geld te lenen. Dat kan niet. Ik hoop dat de juristen van de president luisteren en de first lady ook. Ze is juristen, genoeg bagage. Dus dat ze een brief is schrijven. Ik moet u eerlijk zeggen, wat haar betreft, mijn specialisatie is ook internationaal recht. Ik hou daar vreselijk van. Maar, ja, ik heb ook private law gehad hoor. Maar international public law, weet u. Er zijn verschillen. Kijk, je hebt internationaal recht. Wij noemen dat public law, international public law. En daarnaast heb je IPR, international private law. En uit die international private law is een gedeelte eruit wat deze mevrouw heeft gestudeerd, weet u, contractenrecht. Want je moet dat kunnen, mensen. Surinamers snappen niet van, kijk, als je meneer Albert Ramdin hier naar Europa stuurt en die man is niet opgewassen tegen iemand als Blok. Want die Blok heeft gestudeerd, hij heeft zoveel ervaring en zoveel mensen achter hem, ja. Jij kan moeilijk winnen daarvan. En Surinamers moeten één ding begrijpen, mevrouw Roberta. U en ik wonen hier in Nederland, toch? Wij zijn dagelijks in contact met Hollandse mensen. We weten precies hoe die man denkt, hoe hij doet, zijn handel en wandel. En wij kunnen met ze omgaan. Een Surinamer uit Suriname heeft deze kennis en kunde niet. Hij komt en hij raakt geïmponeerd. En ja, dan ben je verloren. Dan heb je een probleem. Heer Singh, ik hoor daarachter je telefoon gaan. Ja. Ik ben geïnformeerd. Ja. Dat ik wilde weten. Ik wens u een hele fijne uitzending. En bedankt en een fijne avond. Ik u ook bedankt voor uw reactie, hoor. Ja, dank u wel. Goed zo. Daar. Ja, mensen, ik hoop dat die meneer of mevrouw die de belde, nu die lijn is vrij. Ik heb u gezegd, het staan vast heeft meerdere lijnen, maar ja, minimaal oor voor doe. Ik kan niet multitasken. Ik wil mijn volledige aandacht geven aan een beller. En dan, ja, goed zo. Even kijken hoor, mensen, wie we hier hebben. Een hele goede avond, u bent erin. Hallo. Hallo. Ja. U moet niet naar uw dingen luisteren, meneer, naar uw computer. U moet gewoon doorpraten met mij. Ik kan niet
Oh, ik ben al in de uitzending. Ja. Iedereen luistert naar u. Wees op uw hoede wat u gaat zeggen, want iedereen gaat meeluisteren. Ja. Meester. Ja. Vertel. Ik luister vaak naar u. Aha. En ik vind dat u ons goed... Ik vind dat u ons goed inlicht, hoor. Over wat er gebeurt in Suriname. Maar kijk nou, ik ben ook mens, ik maak fouten, dus u moet me altijd verbeteren. Als u dat voor me doet, dan ja, ben u iemand naar mijn hart. Dan ja, heb ik de grootste waardering voor u. Want ja, nogmaals, mangaya libisma. En Isabi, u bent mijn fouten toe toch, Isabi. En if you not tegen me, dan zeg ik, hey, mensen, die is toch traf als een jongen. Koutaki, ja, beargumenteren, you it doing, dan me doing. En dan, ja, we konden eruit toch. No, ma inom arki intacto, Isabi, want dat mis er veel leer voor jou. Ja, dat ook toe, maar dit is dat uno nog sabi. Hoe arki zijn je sabi? Dus moet je nou gaan boeren van je informatie. Maar jere nou, im jeep me, met tante je im jeep me. If you attack naar me, me leer valk voeren voor jou. Want u, voor mij, voor asane. Look hoe lekker mevrouw, hij tegen me. Me leer van, Isabi, en me wil leer voor jou toe, Isabi. Want you abi so many nen you, en me wanneng, me wanasan isa you abi, me greedy gang, en you no mu greedy fu no gimeng, want so mo kopore na you. Ja, unu san de ja. Aye. Me verstaan, wat red ja. Aye. Maar dit ma unu nasenang san me verstaan wel, maar dit ma. Ik heb een probleem met de mensen. Uno de man dat hij moest sabi takiere, na lexam een vrouw taki, tak ja, want dat rijdt ik mijn programma naar de zaal. Ja, kijk, if you no good DP in a stof in een begrip de zaal, in een moet taki, want ja, nou zo de moet ik als een dik waar. Sommige dingen klopt niet en het is vervelend voor taking, want isabi in zijn naam, ook kon een soort modo, you no moet bespreken die zin om. Nee, je moet het wel bespreken. Je ja. Moet iedereen bespreken. Je moet mij ook bespreken. Daarom met hij, jere. Je moet tegen mij, bij mij en vadong, Isabi. Want mij op het nabakken. En zonder jou, Isabi. Nee, maar vadong, Isabi. Ja. Ja, jere, dat na mij trangen punt, tak met hij, takie. Kijk, if mij tegen jou aan dan mij kan bewijzen, tak jammer schrijf ja. Isabi. Ja. En dat na uitgangspunt waar je van uit moet gaan. If als aan schrijf dat je mag doen, die zie, dat je mag doen. If als aan schrijf dat je nog mag doen, dat je nog doen toe, want dat schrijf je aan om schrijven, na een heerser naar een bevolking schrijven. Maar, ja, maar zij kon dat tegen dat, ja, maar dat nog, als schrijf je wel, maar je nog doen zo, we doen trafasie. Ja, dan go verandering, zij schrijf je, verandering eerst, dat alles maar sabi. Dat hij doet. Ja. Maar boem met Arki, met Arki, met Arki, vanaf hoe langer met Arki is, dus moet Arki. Ah, boem. Goed zo. Maar hoor je eraan, ja, Isabi. Zodra je ziet, want San San of Viti, ai, graba djengen, de nakmi wa concrete. No, want mi wan leri fo mi tegi, you know, yere alam mang sang graba konkurte, Isabi, fu belko in se, ya wan sanif taki en mi loba san dati kfarlak, me wadereng, Isabi. Okay. Bedankt. YouTube. Abon, gratang ya. No, man, pangalaw, Isabi. Yongo yere no, dalak timiga oso isap sa monyang, monyawa anitri. Milek kulimango go nyawa anitri, five and dati. Ay, that's the number. Abon, mister. Abon, okay. Doei. Ja, een hele goede avond. U bent erin. Oh, goedenavond. Met Nettie.
Oh, mevrouw Nettie, vertel. Dat is een hele lange tijd geleden. Ja, ja. Ja. Maar ik ben er. Oké, goed zo. Nog spannender dat hij, mevrouw Nettie. Tijg je mee. Kom je leer voor je zo toen nog. Maar wat ik voor een soort kabinet bij in zijn naam. Kabinet? Kabinet, ja. Een soort regering bij in zijn naam. Ja, eigenlijk... Van een regering die ze. Een regering die ze fijn moest omschrijven als aan dat hij... Kijk, eigenlijk de man is nog zo minnex, hè? Nee, want heb ik aan veel mensen Surinamers gevraagd. Ai. Ook op Facebook. Aha. Deze mannen maar regeer, omdat deze mannen zijn licht van wel liever dat trakonder. Dus dat met potente haakjes die ding. Aha. Dat bedoel ik daarmee. Ja. Want Santoki heeft ook niet bekend gemaakt wat voor regering hij heeft. Ja. Ik heb hem ook gevolgd. Vanaf 2016 ben ik hem ook aan het volgen, vanaf Abidjan Konja, want hij kwam ieder jaar één keer hier zo. Ja, ja. Vorig jaar schreef hij Abengona Belmerveld. Mm-hmm. Hij stond alleen dan Gilly Koster interviewing. Mm-hmm. Want plotseling Gilly Koster zijn Abeknap Zeeuwen muur. Maar voor de verkiezing, 2 dagen voor de verkiezing, dan mogen ze nog interviews doen. Ja. En het was op die zaterdag, want die aan maandag een verkiezing ben er. Dus vaak genoeg heb ik hem live gevolgd. En ik weet niet waarom hij steeds om vragen draait. Aha. Dat hij, als iemand hem vraagt, laatst ook toe, een jong journalist in Sernang. Ik stijg ook toe het parlement, naar die de mens maar beëdigd volgens mij. Mm-hmm. Dat boy ook toe accent stel je een vraag. Dat op een gegeven moment een boy kon terug. Dat ik maar wat, altijd als er vragen gesteld worden, draait hij eromheen. Want weet je wat het is? Je kan zoveel zeggen, mm-hmm. maar lichaamstaal speelt ook een rol. Ja. Hij had niet verwacht, want alles, dus maar hij juichen zijn bij de tegen een regering die zien. Een Oru regering. Ja. Dus hij komt niet en dat heeft het probleem gebracht met radio 538. Mm-hmm. Want terwijl vragen is gesteld, dan je ziet van Eitjaren of hij begint met een zucht. Dat ding van Krintaki heb ik ook beide delen gezien. En dan komt hij niet met de juiste dingen, de dingen die mensen vragen. Dus er worden verkiezingen in Suriname gehouden. Inhoud, het gaat maar om één ding. Alles maar ebar over corrupt of dit of dat. Maar dat zijn we al gewend van Surinamers. Dat het gaat steeds maar van één ding. Dus ik vroeg me af, altijd af, maar ik wist al, mijn vier dat nou een rechtse regering de Insernang. Mm-hmm. En hij reageert ook als een dictatuur. Mm-hmm. Want je hebt een minister daar gezet voor defensie. Waarom ga jij steeds om taken te vervullen, om dingen uit te leggen daar? Laat die minister het zelf doen. Hij is nu bezig met de politie. Waarbij hij weer een commissie heeft ingesteld. Een commissie moest geluken bepaalde zijn, die moest gescreen. En die mensen die erop reageren. Ik vind persoonlijk dat een president is om mensen te verbinden met elkaar. En niet uit elkaar te drijven. En dat hele ding, dat zelf van journalist voor Star News, heeft 2 weken geleden een stuk gezet. Hij biedt zijn verontschuldiging aan, omdat zij gewoon koppen neergooien. En dat is maar een city onderling over de Sandici. Dus ik vind van, hij had zich aan Mick Wallosot Sani, Bar Wallosot aan de zijlijn. Maar hij had geen programma voor dit. Michipe Ataki, hij legt uit dat hij gaat hoog. Opgeleide mensen op die plekken neerzetten. Dus iedereen schrok die dentie. Hij kon er niet onderuit, want ja, je kan draaien van Iwani. Hij heeft toch medewerking van ABOP gekregen. Want Walosma, die gewoonlijk mogen stem die NPS of ABOP,
die zijn toch voor VHP gaan stemmen. Mm-hmm. En dit is de allereerste keer dat VHP dan een premier levert of een president. Ja. Want al die jaren is het nooit, ze zijn nooit verder gekomen. Mm-hmm. Van NPS vind ik van die hadden er buiten moeten blijven. Het is een vreselijke nederlaag. Vanaf Sernang op kiesrecht heeft NPS altijd aan de macht gestaan. En dan ga je een verkiezing in en je komt met drie zetels. Ik vraag me ook af van waarom is NPS, op wat zijn ze afgestraft de laatste keer voor dat NDP winnen. Maar mevrouw Nettie, laat het duidelijk zijn, hè. Kijk, NPS is afgestraft door die nieuwe kiesregeling. Die is ingevoerd door NDP-regeringen. Want NPS heeft meer stemmen, geen zetels, meer stemmen dan heel ABOP. U begrijpt me even verkeerd. Ik vind van NPS was aan de macht voordat NDP kwam, toch? Ja, ja. Waarom hebben de kiezers NPS dan afgestraft? Zodat want NDP nooit meer regeert. Er moet iets geweest zijn. Ik was in Suriname destijds van meneer Venetiaan. Op die stensassel naar Laf, een gedeelte voor Brits-Guyana. Ja. Dan mijn heren, amang, ik leg uit, ik denk dat jullie moeten niet zo hebzuchtig zijn. Dat is grong, zijn lastlappen. Dus dan vind ik, want Engeland heeft Brits-Guyana geholpen. Dan vind ik niet Nederland, want naar Nederland, naar Engeland zorgen voor Asandati. Dus dat zijn die dingen. Ik zeg ook eerlijk, van NDP heeft zitten slapen. Het maakt mij niet uit wat, want hier heb ik ook geen vaste politieke partij. Maar mij loopt op politiek mee. Wat kan ik dan discussiëren en zo. Maar omdat ik weet hoe de politiek in elkaar zit en politieke taal is voor veel mensen moeilijk te verstaan. Tak anosayu denki amantaki. Je moet doorgaan denken. Dus daarom ik me vind dat Asani Sernang, het wordt een etnisch, het is al een etnisch ding. Waar er geen oplossing voor gaat zijn. Dus Temel is dong met leg uit naar. Maar kijk meneer Blok, aan minister voor Buitenlandse Zaken, San Konja. Die man, je ziet dat die man er geen kaas van heeft gegeten. Ik heb die beelden gezien, Anosa NOS, sorry. Blok is alweer over een gas naar olie. Nederland heeft het ook moeilijk. Blok geeft aan dat die man gevraagd heeft dat, dat Nederland helpt met de belastingdienst daar in Suriname. We weten met z'n allen hier dat belastingdienst hier is ook een soepbalgeval. Huh? Dus dan vind ik van Sernang, VHP, ik kleef het te veel aan Nederland. Omdat vanaf Mark Rutte, de VHP is momenteel geen sociale partij. Het is gewoon een rechtse partij. Dat na een verschil zou men zo denken, maar kijk, Amerika heeft sinds Trump, is een rechtse coalitie zit daar. Ze hebben alleen recht en maar als er nou man analyse, we kijken te veel naar op kleur. ABOP is daar, amang, ik nap, ik leg uit, dat ik karsel zo marons op. En dan, ik ben bezig om verder erin te gaan in die marons ding, want voor Suriname bestaat er geen marons. Je moet de geschiedenis van Engeland en Jamaica bekijken. Daar geven ze aan, die Engelsen hebben de naam gezet van lekker onbotak slaven, gewoon zwarte slaven. Die Engelsen hebben dat ingevoerd om die mensen marons te roepen. En op dat moment, die maar Engeland bedoeld naar ding. Na die Engeland naar Spanje bij afeti, dat is maar brokoko in. Naar Jamaica. Ik heb met Jamaicanen gesproken. De rastas. Maar zelfs de ambt me vindt dat vaak mee hier. Toen ze Sernana in. Dus toen hebben ze me ook uitgelegd. Ik heb ook met Afrikanen gesproken. Van dat gedeelte. Allerlei dingen hebben ze me gezegd. Dus ik vind van die informatie van Suriname. Dat veel te wensen over.
doordat mensen veel dingen niet weten, dus dan die zegt kost dat hij, dat ik kost dat hij. Het is gewoon om te luisteren en te ontvangen wat een ander zegt en dan ga je het gewoon controleren. Maar hij heeft van no def voor zijn naam, want nu, even iets op Facebook en Mickey no. Met het stukje wat die man allemaal, wat Blok heeft gezegd, die minister heeft ook aangegeven van Suriname heeft geen excuus nodig. Je kan niet namens de Afro-Surinamers gaan spreken. Terwijl GroenLinks en PVDA zijn ermee bezig, die linkse partijen. Maar mevrouw Nettie, Jere, kom bij dingen je doen, Sani, ja? Stap voor stap, ja? Stap voor stap. En die meneer of mevrouw die belt, even wachten, ja? Even dingen. Maar mevrouw Nettie, kijk nou. Ja. Ik stel een vraag, Sani, hè, over bijvoorbeeld... Je had het over Tigri, toch? Mm-hmm. En nu wij met die druk over Tigri gebied, hè? En nu wang, Jere, Arkimi, ja? Naast jou... Ik luister. Ja, goed luisteren. Naast jou is er nog iemand die zich druk maakt over Tigri, ja? Goed luisteren. Voor ons is het positieve competitie. En dat... We zijn niet bang voor andere partijen, dus we hebben geen moeite wanneer andere partijen zich in gebieden komen waar wij denken dat we sterk staan. Dat is die democratische beleving. Voorzitter, de spreker heeft het gehad over het Tigri-gebied. En wij, verleden is er een woord hier gevallen, losbandigheid. En op grond daarvan heeft men militairen gedirigeerd naar Mungo, Stafdorp, voorzitter. En het Stafdorp heeft men omgedoopt tot een militair terrein. Maar wat wij graag vanuit de ABO-fractie zou willen, is dat diezelfde voortvarendheid waarmee men militairen heeft gedirigeerd naar Mungo, Stafdorp, dat te doen naar het Tigri-gebied. Want daar vinden er losbandigheid plaats. Daar vinden er activiteiten waar wij als staat, als land, niet weten wat er allemaal daar zich afspeelt. Niet op Mungo, waar mensen zich vredelieven en middels het bedrijven van sport in een bepaald gebied daarvoor wordt afgesloten. Hier, mevrouw Nettie, dat kan u bij Mickey druk hebben over Tigri. Ja, meneer Singh, omdat Asani is Tigri, hè? Ja. We kunnen het vergeten. Venetiaan, na lek van onafhankelijkheid, dan heeft hij de unomansa persistans dona in. Ulas Tigri. Mi etegi tak ulas Tigri. Verleden mi lukua en hoe heet die nou weer, Chan kon terug voor Guyana, toch? Aye. Journalisten hebben hem die vraag gesteld. Hij draait eromheen dat een minister voor buitenlandse zaken tik over. Mm-hmm. Van ja, we gaan op een latere tijdstip daarop terugkomen. Maar mevrouw Nettie, het klopt gewoon niet, want Tigrit, mi ben Delma Sernang, die Venetiaan erleg uit. Jullie moeten niet zo klakkeloos aan mijn takken let van mijn takken. Jullie moeten niet zo hebzuchtig zijn, omdat hij weet dat we dat al kwijt zijn. Oké, mevrouw Nettie, oké, goed zo, ja? Jere, alles mij zei Arki, de nomus Arki meneer zien en de nomus Arki jou. Isabi, kijk, de nomus Arki, kijk, meneer B, Marines B, heeft... Een vraag gesteld, dat jongens, zo'n categorie, de losbandigheid. Kijk, goed luisteren naar dit antwoord over Tigri. Ja? Want hoe heb je, luitenant-kolonel, Daisy Bouters, hoe heb je minister Bensdorp, hoe heb je Feira? Maar de neko. Maar wat man go wel, en koe arki sumana man, en misabi, voersman ol op mi, maar jere, mi netaki, ju netaki, koe arki samandis du, in Tigri gebied. Arki boom, ja? We hebben het verhaal gehoord van atleet Doekie, Tom, dat wij daar niet gaan. Wel, laat me het voorbeeld nemen zoals wij dat gedaan hebben, voorzitter. Hallo. Ik was inderdaad minister. En als de president van Brazilië
als de president van Brazilië, samen met de president van Suriname en samen met de president van Guyana, met elkaar overleg voert en ons beelden laat zien van er zijn bewegingen daar in het Tigri-gebied. En alle drie landen zeggen, hé, hey, dat zijn niet onze mensen, dat zijn niet onze activiteiten, dan nemen wij het besluit. Dan gaan we daar zo. En dan zijn we gegaan met een vliegtuig van Brazilië, met politie-eenheden van Suriname, geen legereenheden, politie-eenheden van Suriname en Guyana. En we hebben daar hele gebied afgekant. Dat is daadkracht tonen. Dat is opkomen voor je soevereiniteit. Dat is laten zien dat Tigri-gebied inderdaad onder onze controle plaatst. Er is verschil van mening, maar wij zeggen het is van ons. Dat verwacht ik van deze regering. Hier, mevrouw Netti. Ik versta goed Nederlands. Hij heeft niet gezegd dat Tigri van Suriname is. Okay, het goed. Is om die samenwerking. Nee, kijk. Het gaat om die samenwerking van dat gebied. Nee, u hebt het niet goed begrepen. U hebt het niet goed begrepen. Hij heeft gezegd, mi actie matif mi, Brazilië. En mi actie Guyana, president. En in een minister van Justitie ten tijde van Sanisi. Takieren, nou kijk, we zien Sanisi. Brasjon, want kijk, in Tigri-gebied heeft Guyana ineens zo Vanessa Mining. Vanessa Venture is een Braziliaan die een concessie heeft gehad. Die schoot ook op dat moment, dat zei ik, hier mijn concessie, ik heet Vanessa Mining, ik mag hier mijnen. Dat man dacht, ja, maar ja, Guyana, wij kan die man die zien, dat Surinaams grondgebied, een concessie. Dat man dacht, is er lang. Zoals het hoort, een Guyanese president, ze gaan een president Felix aan. Weet je wat je het beste kan doen over dat van die Tigri? Probeer contact met, ik weet niet of ik ga het navragen met degene die ik vaak optrek om te kijken waar je dat contact mee kan maken. Dat is Engeland. Nee, ga ik niet doen. Nee, want, nee, ja, nee. Weet dat, u waarom niet? Nee, dat is Engeland. Omdat mijn vent dat hier, toen ze voor Suriname, gevestigd de aandacht, tap aan gebied voor Tigri. Is net met dat ding van die olie. Dat olie wat ze hebben gevonden in het begin, alles maar bij Lafbouterse, dat ja, zomaar aan Maigolas money en noem maar op. Oké, heeft doorgezet, ze hebben, maar dat contract wat er daar getekend is, men vergeet dat het grootste gedeelte, dat gedeelte waar eigenlijk bepaalde dingen moeten zitten die ze echt nodig hebben of olie moest wakker, dat naar Guyana. Dus Uno en juichen, het is blij, ik ben ook blij dat olie vind ik. Maar het grootste gedeelte, de man bij Carvelede om 1% zernang, ook is wel los, maar beter dat ja, maar eigenlijk is het meer. Als het verder uitgewerkt is, dan zullen we zien. Maar mevrouw Netti, maar ja, bigisma, we zijn Holland, dieren. Wat moet je met die? Meneer Luku, meneer Luku, als structuur voor zijn naam. No, Luku. Nee, in om looking. Is niet waar, je mag niet kijken. Europa. Nee, kijk nou, mevrouw Netti, kijk, Luku nou. Maar ja, bigisma. Te mi tegi samim danga oli. Luku me rei wagi. Mim go rei elektris. Da mi na oli fanodu. Gishuma yo sera oli te ifeneng. Gishuma. Maar dat zei je met politiek Nederland, Haira. Hebben ze zelf uitgesproken. Nee, ze hebben het zelf uitgesproken. Ja. Ik heb het op beeld gezien. Mevrouw Netti. U hebt het op beeld gezien. Ik was erbij. Ik was erbij. Kijk nou. Je dan in Holland. 2 dagen geleden heeft Nederland een mijlpaal bereikt. Wat was die mijlpaal? 1 miljoen zonnecellen op 1 miljoen huizen. Ja? Voor 2030, je no mag rijden, no want benzine, no want dieselauto moro, en no Mickey moro, dit is zo elektrisch. Ja? Dus unabi olifanodo. Nederland heeft gezegd aan Suriname, ik ga jou ondersteunen, bij dat ding van die olie. Luca Olifusernang, je moet het weten. Tede man diki timbari. Moppen uit dat grond. Ja. Dat tubari van olie en gasernang. Alla IT e guadorzee prezi. Na ExxonMobil. Na Asani.
Nee, want asan fu a olisani. Ja. Er zijn wel dingen te doen met die olie. Ik vind van dit is politiek Nederland met wakker minder desma, met jeres aan de takje. Anders minus absoluut ozo. Overal, ik ben vaker gevraagd om mee te doen in een partij. Ik doe het niet, want misaptak tumsi voor dotina nga fisti epsa. Nederland heeft problemen met personeel. Die zijn net nog de mij met bekend. Om menisma deskundige schrift kon leggen uit. Om menisma olas rokomoro. Dus en Nederland doet niks gratis. Kijk wat ze met de Antillen doen. Voorwaarden stellen. En aan op 10 voorwaarden. Enigszins mag dat Nederland neemt met moeilijk naar toekonderen om in Tapagrontapu. Is Israël en Amerika. Yeah. Daar doen ze niks. Zeiden met premier voor Italië, zakken verleden die meneer Blok. Kijkt u naar het Europees Parlement? Daar kijk ik vaak naar. En dat gewoon via televisie. Omdat ik altijd wil weten dat ik hoe die dingen gaan en dat ik. Het is de tweede keer dat een minister voor Italië valt meneer Blok aan. Maar wanneer ze hier komen, dan spreken ze een andere taal. Lek naar de Abba Machti Dappe. En als aan ego in a politiek. Nederland gaat Suriname niet gratis helpen. Natuurlijk niet, natuurlijk niet. Er zijn voorwaarden. En ze willen ook die, niet dat ze willen, maar dat gaan ze ook doen. Om te helpen met die rechterlijke macht. Ja, precies. Na een sjeng die wan kondre. Ja. Want na je trots, na je identiteit. Alle den kondre zijn af kolonia, zijn bedoel aan kolonialisme. Wie den kondre is den kondre dat vadon of wie sam sangaren. Apis dat die de man ego teki. Dat noos den sma e kiswa lening a kondre dat die. Maar na zoveel Nederland, omdat Nederland zelf in de knel zit. Sernama en wakatum zien aan zijn in de tak, ligt naar hemel. Nederland is geen hemel op aarde. Look hoe Amerika sa en mi deno. Nanga wa rechtse premier sa de abis don dape. Look hoe men doosun sma dede. Maar een man reageert op den sana. Die man is voor zijn eigen belang daar. En asan dat die mi ventak umus ma durf taki. We kijken te veel op kleur. Naar een etniciteit. Iboom of inaboom. En zo is het altijd, al die jaren zijn mensen zo gevoed. Dus er komt geen verandering. Alles maar kan kombaar mooi zijn. Meer heb je meneer Santoki, dat persoonlijk apist en zijn IMF gooien ze naar. Diezelfde dingen wat IMF aan Bouters heeft gezegd. Van die ambtenaren, dat ambtenarengedeelte is veel te veel. Op een percentage zei u af naar bevolking. Daaraan moet je gaan bezuinigen. Hetzelfde omgekeerd Santoki er doen. Santoki naar Belfort tijdens een campagne en tijdens die IMF binnen dat de bargi afvolk tak NDP is zeer akondre. IMF, het kan niet, want ik heb ook op de Surinaamse radio gereageerd van. En IMF hier aan is. Je moet blij zijn dat je konderen sluit aan naar IMF. Want IMF met die economische crisis hebben ze Spanje geholpen. Ze hebben Frankrijk geholpen. Ze hebben Griekenland geholpen. Dus alle die soort van dat als het niet kan, alles maar werken tegen. Een parlement. Maar je noemt wat niet voorwaarden. Dat neemt mevrouw Nettie. Je wil geen voorwaarden. Nee. Ik zeg alleen maar, want omdat mensen. Omdat mensen is de jaren Nederland o jipsernang. Ja. Dat je denkt dat na gratis. Je hebt ook Hollanders. Mamigado, mi Jezus, mevrouw Netti, Arkimi, jere. Kijk, me waka strati, ja? Dat mi oan begimans don de begimi money. Dat in tak man kom geven €5. De sapsa me tegen een man van Asani, een begiman. Hier, jongen, go bij een brede. Nog een bijzonder dopanang era, minogi moro, isabe. Nou, een voorwaarde mistel, nou een biggie man. Tak hier, nou, megia moni mee, nou, gobai dopa. Isabe, dus alles, nee, maar alles is voorwaarde. Alles, ja. Nee, maar u weet het wel, mi ook toe sabeng, tak, zo mi kweki ook toe, tak, even wans ma actie, even ma jepi. Ja, maar stel voorwaarde. Maar het grootste.
grootste gedeelte van Suriname, daar heb ik het over. Aha. Men denkt dat het gratis is. Ja. Verleden, twee keer heb ik iets van hem bekeken. En, die jongen maakt zelf zijn film en dan doet hij zijn toespraak. Hij woont in Nikeri en hij is vaker hier. Aha. Hij heeft een bouwbedrijf. Ja. Die Asantu adonatie ben ik voor Gisernang, hè? Ja. Dan is het hem ook opgevallen, hij heeft dat programma gemaakt. Attack na hun die staan is matak. Uno kost zo many tap tap afezoek met zing. Fusa orsa fawe du fawe kosis ma. Alles mama abe mene. Diezelfde donatie ding wat ze hadden, heeft een bedrijf in Suriname, tenminste een verzekeringmaatschappij, Assure of zoiets aan NVND, die heeft 1 miljoen gedoneerd naar die donatie. Wat blijkt er nu? Die man die dat gedaan heeft, is die voorzitter van die assurantiebestuur. Waar komt die voorzitter te zitten? Na die donatie heeft meneer Chan met hem gesproken. En zodoende ineens Amanda Trong een minister van Financiën. Maar daar hoor je niemand over. Dus ik zeg van vanaf een kiesrecht voor na. U kan klagen, u kan doen, zo wanneer, u kan kon. Leg uit over trappartijen. Het is altijd zo geweest. Zo is men gevoed. Sma is dong, burgers na etik den ten voetik, doe den san den schrijf. Nee, het is altijd weer dat een regering moest doen. En mevrouw Nettie, nee. Mevrouw Nettie, kijk. De sanisa meneer Kromosuto overklaar nu. You sabi zo overklaar? Nee toch? Juno Sabi zou verklaar. En dat is nieuw. Soutou Sang al verklaar. Want if one sang niet zag, kan de Juno dwing. Maar Jabis Masang, Soutou verdedigt de schrift, poer de schrift eruit. Dat maakt niet uit, maar Moni Lassie en om Sabi pa Moni go. If je bent sap zo many en je eerlijk tegen de bevolking, dat sinds een moment dat je tja den san kan, dat je wacht niet telk alle den san die komt, ben je kon schieten dat je kon fire nou, dan nou je moet voor ogoleti. No. Hetzelfde ook met Belfort. Yeah. Hetzelfde doet Belfort ook. Al die tijd je bent zong in dat shit ook toe. Maar in een bij op je moet dan nou. Je kon eigenlijk je sribangamang, je opangamang. Ja. Want dan noemt je collega's aan uit. Die mensen vind ik juist gevaarlijk. Ja. Want je moest dat maar. Heeft naar recht, u deed naar juridische centrum. Heeft naar rechter toch aan rechter rotijdig. Maar u hebt het altijd geweten. Waarom hebt u het niet gezegd? Maar ik ga altijd op zoek naar extra informatie. Kijk, ik ga altijd op zoek naar extra informatie. Nee, moet je als maar een kans. De persoon die belt, die zal daar want tralies man is attack. Oké, maar thanks hè, dat je bel me, ja? Ja. Oké, ja. Een hele goede avond, u bent erin. Goedenavond met Romeo Hoos hier uit Amsterdam. Oh god. Ik wil wel corrigeren hoor, ik wil wel wat nuanceren, vooral de daad wat die mevrouw heeft gezegd van meneer Belfort. Ja, graag. Meneer Belfort was de eerste, de enige, die kritiek op de regering Boutersen heeft gehad, mevrouw. Of u heeft niet alles gevolgd vanaf het begin, maar het was meneer Belfort die zeer kritisch was tegenover Boutersen. Tot het laatste moment is dit, die Boutersen, ik wil liever parlement. Dan je Shiwan film bij Belfort in Nakewanchi Anu. Bye bye. Ja. Dus mevrouw, alsjeblieft, laten we dingen nuanceren. Mm. En dat heeft over een meneer Santokki moest niet naar het leger gaan. Meneer Santokki als president is de opperbevelhebber van het leger. Mm. En het zal mooi zijn als meneer Santokki alle departementen afloopt en als opperbevelhebber van het leger niet naar het leger gaat. Om hen te instrueren wat hij wil in bijzijn van de minister van leger en defense. Dus mevrouw, alsjeblieft. En als u het heeft van ja, Nederland schreef, dan Sabi Sangal moest doen aan een belasting Siki. Nederland gaat Suriname niet helpen voor opperbelasting of tikbelasting. Nederland stuurt deskundigen naar Suriname om de Surinaamse deskundigen daar te helpen met belastingen. Maar meneer Hoos,
Ja? U weet dat dit ding oude koek is, hè. Kijk, u en ik. Maar Nederland had ook Venetiaan-periode belasting. Ambtenaren daar gestuurd om Suriname te ondersteunen. En kijk, dat ding van wat ze zegt van de rechterlijke macht is een schande. Is geen schande. Het is geen schande. Weet u, als je kan leren van elkaar, waarom moet je dat doen. Ja. Als de regimes Bouterse, van de moordenaar Bouterse, vanaf de 80 hebben gezorgd dat de rechterlijke macht achteruit is gegaan, dat is helemaal geen schande dat anderen hun gaan helpen. Want ik zal u vertellen, mevrouw, ik heb op Curaçao gewoond. En onze Nederlandse rechters, de rechters die uit Nederland kwamen gestationeerd op de Antillen, gingen regelmatig naar Suriname om zich bij te scholen in het recht, in het rechtelijk systeem in Suriname. En groot was mijn schande toen na 1980 bleek dat onze rechtscollege zo achteruit was gegaan, dat de Surinaamse rechters naar Curaçao moesten gaan om zich bij te scholen. Ja? En mevrouw, natuurlijk heeft NPS, en het is niet, u zegt, Santokki is de eerste Hindoestaanse president. Nee, mevrouw, direct Shankar is er geweest. Ja. Weliswaar weggeschopt door Graanhoff door de telefoonkoep, maar Shankar is de eerste VAP-president die we hebben gehad. Ja. En dan mevrouw, in 2010 heeft Bouterse de verkiezingen niet gewonnen. Mevrouw, laten we even de dingen duidelijk stellen. In 2010 door het overlopen van dezezelfde Brunswijk. Ja. En Somaharjo, die hebben Bouterse die moordenaar aan de meerderheid geholpen om die regering te vormen. En in 2015, mevrouw, is er gebeurd wat er nu 2020 weer zal gebeuren. Die man voor vooraverkiezing. Ja, maar ook weer Sribi toen. Maar die lezen 2020, de jongsman nog bij Sribi. Neem maar een voorbeeld aan Pakito, Beervliet, die bij wijze van 24 uur per dag daar sliep. In het sporthal, terwijl meneer, meneer Nerkes probeerde stemmen te verdonkeren manen ten gunste van Bouterse. Want je moet goed nagaan wat de voormalige vicepresident Adin een tijdje geleden op Pint heeft gezegd. Hij zei, laat me je eerlijk zeggen, we winnen tot het laatste moment dat we winnen de verkiezing. Dat maakt u wachten voor die verhogingen op het laatste moment. En dan komt hij, probeert hij nog, heeft hij nog in zijn gore kop haalt hij nog aan. Van ja, mensen stonden al 10 jaar te wachten op verhoging 5 jaar. Voor zijn die jongen die de verhoging vanaf 10 jaar geleden en 5 jaar geleden. Je wacht de verkiezingsding voor Biden's maar voor die naar verhoging. En die hoe je dat hoe lastig, dan je wordt lang voor bezwaard als huidige regering naar de verhoging. En dan, ik weet niet als u mevrouw, als u die beelden heeft gezien van meneer Misikaba. Dat een van die vergaderingen van NDP. We hebben een jump op het podium. Die is lezen aan ons 26 weken naar 30. En voor dat jaar weet ik 34. Dus mevrouw, deze mensen waren weer van plan die verkiezingen te stelen. Maar het is hun niet gelukt. Dus nogmaals moest contamen dat de, natuurlijk, ze hebben NPS, niet NPS. Ze hebben het front toen een beetje afgestraft. Maar het is door overloop en falsificatie. Verraad dat Bouterse die moordenaar aan de macht is komen. En dan, kijk, ik vind mevrouw Santokki First Lady goed, maar, ik schreef gisteravond een stuk om naar Star News te sturen. En groot is mijn verrassing als ik vanochtend Star News open doe en ik krijg dezelfde inhoud als wat ik heb geschreven. Ik zal het u even voorlezen. Uh-huh. Waarom First Lady, mevrouw Melissa Santokki, geen lid zou kunnen zijn van de RVC bij staatsorde. En luister goed wat ik schrijf. Uh-huh. De Surinaamse president Santokki heeft afgelopen zondagavond 23 augustus 2020 in het programma Krintaki de benoeming van zijn vrouw, First Lady, mevrouw Melissa Santokki, als lid van de Raad van Commissarissen bij Staatsolie NV, uitgelegd en besproken. Santokki gaf duidelijk aan dat zijn vrouw Melissa, vanwege haar diverse opleidingen, alle competentie in huis heeft om als goed jurist een sterke bijdrage te leveren aan de Raad van Commissarissen bij Staatsolie. Helemaal mee eens. Laat duidelijk zijn. Ik, Romeo Hoos, twijfel helemaal niet aan de uitmuntende kwaliteiten en competenties van First Lady mevrouw Melissa Santokki. En als zij geen echtgenote van de president was, had ik haar de positie van president-commissaris bij Staatsolie gegund boven Leo Brunswijk, de broer van de vicepresident Ronnie Brunswijk, die in commissariaten, parastatale commissariaten, grossiert. Maar de benoeming van First Lady mevrouw Melissa Santokki zou volgens mij in strijd zijn met de Surinaamse grondwet.
En waarom? Het volgende. Artikel 97 Surinaams grondwet. Goed zo, dat is hem. Ja, dat lid is hem. 1. Ja. De president mag niet in de betrekking van huwelijk of van bloedverwantschap of aanverwantschap tot de tweede graad ingesloten staan tot de vicepresident, de ministers, de onderministers, de leden van de staatsraad en de voorzitter, ondervoorzitter en leden van het orgaan dat belast is met het toezicht en de controle op de besteding van staatsfinanciën. No, de RVC, is een, ja, bij het parastatale bedrijf Staatsolie, is volgens mij een orgaan dat onder andere belast is met het toezicht en de controle op de besteding van de staatsfinanciën bij Staatsolie. Ja. Gezien het waarschijnlijk conflicterende van de benoeming met de grondwet, zou mijn advies in deze zijn dat president Santokki zijn vrouw First Lady Melissa Santokki, ondanks haar uitmuntende kwaliteiten en competenties, terugtrekt uit de Raad van Commissaris bij Staatsolie en in haar plaats een van de vele andere voor hem betrouwbare deskundigen die de VAP in huis heeft tot lid van de Raad van Commissaris bij Staatsolie benoemd. Daar gaat het mij om. Ik gun haar het graag. Maar we moeten rekenen, want het was dezezelfde Santokki en terecht die in de tijd van Boudersen zei, wij willen geen achterkamertjespolitiek. Het moet geen friends and family zijn. Hmm. Laten wij ons daarom aanhouden. Of je eerste stap had moeten zijn voor het begin een voorstel om die grondwet te veranderen. En ik kan me indenken waarom het volk nu zo desduivels is. Want je gaat dus de smalste schouders ga je belasten door die take, government take. Was je begonnen met onder andere meneer Rusland bij de Raad van Commissarissen naar huis te sturen, dan had het volk gezegd, hé, ja kijk, ze doen het aan de andere kant, maar we hebben geld nodig, laten we meegaan met die government take. Want meneer Rusland kan met die statuten van de Raad van Commissarissen van EBS, waarin artikel van Ronnie Brunswijk probeerde het te verdedigen, maar hij heeft de statuten meegestuurd, waarin staat artikel 15 lid 4 punt D, een prescom kan niet ontslagen worden, daarna eigen ontslag, ziekte, overlijden of nagebleken ongeschiktheid wegens het bewaken van de financiën van het bedrijf. En dan vind ik het gek dat jij meneer Rusland nog moet houden. Brunswijk zegt duidelijk, ja, hij heeft nog een hele tijd gaan we met afgesproken. Hij handelt een paar opdrachten af. En in die opdrachten zitten de schurkerij, de IFASA-konde, dan een miljardencontracten waaraan het land gaat zitten, die kan hij binnen 2 weken regelen en hij dacht, oké, nou, me gonna also, want we cheese me will. En dat moeten we niet willen, want dan zitten we weer met rechtszaken die we moeten gaan voeren. Terwijl je hem nu naar huis gaat sturen, een rechtszaak tegen hem voeren en zelf boete van hem eisen vanwege het feit dat onder zijn bewind als president-commissaris van de EBS al 2 directeuren door de rechter wegens verduistering en malversaties zijn veroordeeld. Plus de klacht die hele groep burgers en organisaties afgelopen week tegen hem hebben ingediend bij de procureur-generaal. Ja. Daarbij wil ik het laten, meneer Singh. Oké, meneer Hoes, bedankt voor uw bijdrage. Ja? Graag gedaan. We moeten meneer Parmessen niet vergeten bij de IBS. Die maar er komt nog heel wat. Ja, er komt nog heel wat. En daarom zeg ik tegen mevrouw Nettie, in elkaar tak nooit tak ja. Abi sap van tevoren, maar dat zou bij jou sabi. Weet je, voor zijn kon, dat kan ik wel aan trompen. Jij weet het niet. Die dingen komen nu pas naar buiten. Ja. Ja? Kijk, dat ding wat u gezegd hebt, van ja, er is een klacht ingediend tegen die mensen. Dat is toch nu pas? En nu wordt het onderzocht. En dan komt er informatie uit. Dan kan je niet zeggen, dat ja, maar ja, Santokki wist het al. Maar u weet toch hoe het gaat, meneer Hoes. Ja, maar Jan of Tide, kijk, meneer Santokki is in de staan en ja, is van de VHP. We zijn nog niet gewend dat een VHP'er regeermacht heeft. Dus het moet NDP zijn. Ik mag daarover niet druk, maar ik vind ze moeten wel een beetje meer transparant naar de bevolking toe. Leg ze uit, kijk mensen, we hebben nu geen geld. Ik ga jullie belasten, sorry, maar ik ga jullie belasten met die government take. Maar we zijn hard bezig met dat ding van Rusland te werken, want daar valt geld te halen.
En u noemde namen zo even in verband met meneer FPSB, meneer Kas, hoe heet hij? Bernardo Cromosuto. Ja? Ja. U noemde Misikaba, u noemde die. Ja. U bent vergeten één naam te noemen. De Nederlander, ja. Deo Baburam, die ook bijna een miljoen heeft gehad daar. Ja, 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 ja. Die kan voorlopig zeker niet aan Suriname, de grabbing aan ons kompai. Dus noem ik ben ik net maar limieren. En ik hoorde die mevrouw ook zeggen, ja, die minister die hier, kijk niet naar een minister, ja, maar ik vind, ik huldig hem. Want men zegt, die minister die hier is komen bij het land straks Suriname, mag niet over de slavernij praten, want in een Hindustani. Ja. Hij is niet een Hindustaanse minister voor de Hindustanen alleen in Suriname. Hij is wel van Hindustaanse komaf, maar hij is een Surinaamse minister. We moeten ophouden daarmee. Ja, Terwijl die mevrouw zegt, ja, we zijn etnisch bezig, is zij zelf etnisch bezig. Door te zeggen, hij mag niet praten over het slavernij verleden, waarom niet? Hij vertegenwoordigt Suriname. Hij is geen minister voor de Hindustanen alleen, hij is minister voor het hele Suriname. Meneer Singh, succes. We zien volgende week weer. Meneer Hoogs, blijf luisteren. Ja. Dank u wel. Oké. Okay. Ja. Dag. Ja, mensen. Is goed. We reageren op elkaar en zo leren we van elkaar. En even mijn lijnen even uitdoen. Want ik moet mijn appers ook bedienen, hè, mensen. Weet je, want ja. Even kijken hoor, wat we hier hebben. Meester Singh, de VP heeft zijn eigen secretaresse, hoofdambtenaar die hem instructie geeft om voor te komen wat hij moet zeggen. Meester Singh, Europa zoekt ook uitbreiding van haar territorium qua bedrijven en toevallig valt Suriname in een straatje wat bedrijf goud, olie, gas en hout. En VT, vooral varkensteelt, ook stikstof. Ja, daar heb je gelijk. Suriname staat toch alert moeten blijven, maar moet je luisteren. If de Bagradische lauzen dan, ik dacht, kijk, we gaan onze varkensteel daar naartoe verhuizen. Met in achtneming van alle milieumaatregelen aan de sanity. Ik zeg, ik ben een voorstander, we go quick ago. Isabi, nou, me kumoni, weet u, mensen. Geld stinkt niet hoor, weet u. Even kijken hoor. Te lang met één beller bezig, heer Singh, ja. En dan in herhaling treden ook, maakt het onaantrekkelijk. Ja, u hebt gelijk. Goedemiddag, meester Singh. Alles wat in de wetboek staat geschreven is altijd de waarheid. Maar je kan de wetregels wel op verschillende manieren interpreteren. Daar heb je gelijk. Sterker nog, je kan het zelf in jouw voordeel interpreteren. Verder bezit de wetboek met haar wetregels ook veel mazen die je ook weer anders kan interpreteren. Afzender Gino, u hebt helemaal gelijk, Gino. Weet je, kijk, er zijn altijd meestal twee partijen toch bij de rechter. En ik interpreteer het zo en die andere partij zegt nee, maar ik zie het zo. En dan zit de rechter in het midden die zegt van heren, je kan zeggen wat je wil, maar ik interpreteer het zo. En wij zullen onze hoofd moeten buigen voor de rechter, weet u, want hij heeft het laatste woord. Mevrouw Nettie, sorry hoor, maar is gemeenschap geld? Ik wil weten wat ze met mijn belastinggeld doen. Ze mogen voorwaarden stellen. Kom nou, is geen bananenrepubliek, ja. Je moet voorwaarden stellen, mensen. Even kijken hoor. Even kijken, hier zo, ja. Dag meneer Singh, met een vaste luisteraar van uw programma. Er is breaking news, ik weet niet of dit fake news is. Dit had ik al door. Even kijken, mevrouw Singh. Meneer Singh, mevrouw Nettie is een bautist. Ze denkt dat ze beter weet. Iedereen bekritiseert Prestjan. Laat die regering toch regeren, ze zitten pas. Maar het wordt ze niet gegund. Bautisten moeten rustig blijven en hun mond houden, meneer Singh. Waarom laat u deze bautist zo lang aan het woord? Echt belachelijk dat u deze vrouw zoveel ruimte geeft. Geef een andere beller de kans. Laten we iedereen een kans geven. Laat ze praten en dan kunnen we erop reageren. En dat is dat ding van Tigri, weet u. Kijk, dan, wanneer je dat kan verduidelijken, van moet je luisteren. Kijk, nou, je takt over Tigri, maar ja. Even man, die zie ik minister van politie destijds onder Venetiaan. Samen met dingen, hoe heet het... Brazilië en Guyana gaat om te kijken wat gebeurt er daar. Ja, Guyana zegt het zijn niet mijn mensen. Brazilië zegt het zijn ook geen mensen van mij. Nou, dan gaan we kijken wie die mensen zijn. En ja, er is een hele clean sweep gehouden daar zo. Sorry, deze mevrouw heeft het op Nederland gemunt. Santok is nog geen maand.
En mensen lopen al te zeuren. Waarschijnlijk zijn ze vergeten. 10 jaar niets geworden. Alleen schulden. Waarom die vrouw? Waarom vertrekt ze niet uit Nederland? Ze krijgt haar AOV. Ik kan niet naar haar luisteren. Je moet vragen aan die mevrouw als die jaren van Bouter ze iets hebben uitgehaald. Jammer voor Santoki dat hij deze toek moet komen uit te opruimen. Ja. Meester Singh het telefoneren tijdens je programma van meerdere toestellen is hinderlijk. Schakel de ander uit als je bezig bent. Dank u, ga ik zeker doen. Of je moet hulp bij hebben die doorverbindt. Schakel die andere telefoon uit alsjeblieft, het is storend. Het is ook Belfort die Melissa mevrouw Santoki heeft afgewezen om rechter te worden in opdracht van Bouterse. Dat klopt. Bouterse heeft zijn dochter ook benoemd tot adviseur van hem met een riant salaris. Niemand die er tegenop was. Melissa is geschoold. Ja, we hebben dat van die dochter van Bouterse gehoord. Want ja, dat was met die Chinese trollers toch mensen, weet u, waar ze bij betrokken was. Maar mensen, kijk nou, luister. Iedereen, laat iedereen bellen, dan kunnen we op elkaar reageren. Laten we laten zien dat nonsens van insuren. Ja, maar je moet niet reageren op bellers en dat. Nee, we blijven netjes, we blijven beschaafd. Maar ja, als je iets zegt waarvan je het niet eens bent, dan kan je toch zeggen. Dan kunnen we praten met elkaar. Dus die nonsens wat Simons heeft geïntroduceerd om te zeggen van ja, maar je moet niet praten of je moet dit niet doen, dat niet, we gaan niet op anderen. Dat werkt niet bij ons hier. Hier reageren we op iedereen en we praten gewoon met Sanne. Als die mevrouw onduidelijkheid heeft van Tigri, nou, dan laten we haar horen. Ik heb nog een hele hoop archiefmateriaal voor mensen. Dus ik blijf zeggen van moet je luisteren, dat maakt het leuk, weet u. En ja, zo moet het gaan, zo moeten we met elkaar omgaan. Meneer Singh, de heer Bouter, een bestuurkundige, had zijn mening al gegeven. Oké. Nu doen we het vanuit diaspora, onze mening geven. Maar dat van die mevrouw, de wetgeving bepaalt. Maar u moet niet vergeten, de president, pater intellectualis mensen, ik ga me even aanstellen. Kijk nou, de president van de Republiek Suriname heeft meerdere petten op. Die man is hoeder van de grondwet. Ja? Hij is hoofd van de regering. Hij is hoofd van de staatsraad. Ja? Hij is hoofd van de opperbevelhebber. De civiteitsmiddag, ja, samengoeden naar de militair. Ja. Die man is hoofd opperbevelhebber van het leger. Hij is de baas, ondanks dat er een minister is van Defensie, is hij. Hij staat daar bovenop. Hij staat daar bovenop. Snap je mensen? Je moet dat goed begrijpen. Dus hij moet zijn manschappen toespreken naar de Zandati. Laat die man. Die man is gekozen. Ieder militair, wanneer hij langskomt, moet voor hem salueren. Dat is een verplichting. Dat is het respect. Je salueert Giwan Kulimang Santoki. Nee. Wanneer hij langsloopt, moet jij afstappen van dat idee. Je salueert voor de president van de Republiek Suriname. Dat die man toevallig een Hindustan die functie bekleedt, dat zegt niets. Want na een tijdje komt er een ander president en dan salueer je ook. Maar wij gaan het persoonlijk maken. Dat is dat idiote van ons en waar we niet voor uitkomen. Look on mensen, laten we eerlijk wezen. Ja? Kijk nou, we praten over olie naar de Zandati. If je dan naar Nederland en in een zie, zei sa. Ik heb u net verteld, look on Nederland, helemaal bewolkt naar de Zandati. Dat winter, weet u, wanneer die donkere avonden komen, die donkere nachten, toch presteert men om 1 miljoen huishouden van zonnepanelen te voorzien. Waarom? Wij zijn in een transitiefase die tussen 4 en 6 miljoen auto's hier zo op het wegendek van Nederland, die worden omgetoverd tot elektrische auto. Als jij je ogen niet open doet en je gaat kletsen over irritante dingen, like discriminatie. Discriminatie is er, gaat er altijd zijn. Ja? Dan gaan we doen dat die slavernij voor de geboorte van Christus, kan ik jou bewijzen dat slavernij er ook al was. En slavernij, nee,
if uno e klets over slavernij baga, da ga na Ivoorkust. Alam DT een sucrusgrati, isabi. Isab sabi kar sucrusgrati toch? Isabi chocolade. De sabi tak na een chimboi. De man ontvoering. Voor een panangema. Dat de man charingo pot in een plantage. En gebruikelijk slaaf voor een poeru. A cacao bon. A coco uit a cacao. Dus praat niet over slavernij als je niet weet wat slavernij is. Ja? Als je ziet die Boko Haram poer naar het trangen, de 200 meisjes. Wat is dat ding daar? Zijn slaven toch? Ze worden als slaven gebruikt en misbruikt. Dat is slavernij. Weet je, wij Surinamers kennen geen slavernij. We zijn in vrijheid geboren. Je kan er een hoop over zeggen en een hoop over schrijven. Het heeft geen toegevoegde waarde, mensen. Isabi, omdat ja... We zijn allemaal vrije burgers en we hebben niks en ook niks gepresteerd. Er zijn sommige Surinamers die wel wat bereik hebben. Maar ja, kijk wat er nu gebeurt. Dit weet ik. Je kon dit verwachten dat het moment dat die man Santik Abraf Bouterse man reizen gaan naar alle konden waar hij netjes wordt ontvangen. Het doet pijn, ja. Voor sommige Surinamers visie dat meneer Albert Ramdi en meneer Blok in Naki elleboog. Weet u, dat kwam op die foto. Terwijl als je die andere zag, de mij kon je ook actie Nederland excuses, omdat jij hebt gezegd dat Suriname een failstate is. Jong ook Bangalone. Ik roep het, Mika Gotab de Dam, Misdom Bari, dat Suriname is een failstate hoor. Je kan zeggen wat je wil. We hebben gefaald. Wij hebben gefaald in elk opzicht. Op gezondheidsgebied hebben we gefaald. Juridisch hebben we gefaald. Al die dingen, alles. Onderwijs, helemaal gefaald. Weet u, er is niks en ook niks, Isabi, waarin we kunnen zeggen we zijn geslaagd. Even kijken naar hier zo. Meester Singh, de pres moet de grondwet ook respecteren, zoals meneer Hoog zegt. Over een bepaald artikel. Ja, artikel 97 grondwet. U moet het lezen. U moet ook een stapje hoger gaan. Terug naar artikel 96. Daar staat duidelijk geschreven dat ja, de president, geen deelhebber mag zijn in concessie of een onderneming. Ja. Dus een parastaalbedrijf is een onderneming. En dan zeg je, ja, maar de president toch staat geschreven, niet die vrouw. Ja, maar je moet nooit vergeten dat de president en die vrouw getrouwd zijn. Ze vormen een gemeenschap. Ja. En dan lukken we allemaal op het salaris naar een vrouw. Ze vormen een economisch gemeenschap. Het is ingewikkeld juridisch, maar ik kan je verzekeren dat ja, een vrouw van een president mag dat niet doen. Maar je moet niet vergeten, is president, ja, ik kan Jere, if a man is konden, maar ontheffing, no. Ik dacht, ja, maar ik verander dat. Hier een presidentieel besluit. Ik volg dat niet meer. Hoe dan? Dat tap alleen Mofogi. Weet je, want hij is de president. Hij kan wetten, wetvoorstellen indienen om dingen te wijzigen. Ja. Dus we moeten voorzichtig zijn hiermee, mensen. Isabi. Ja, kijk, iemand stuurt het voor me. Ja. Paco man, thanks. Ja, kijk, op die foto. En dit, kijk, ik begrijp niet, jongens Sernamang, ik weet dat je daar mevrouw Gildis Polak wilde zien. Maar ja, je moet er naar werken, naar je reputatie, dat Blok wil naast jou staan, om, fijn, ik wil elleboog en ik wil een lolletje met jou. Ik zeg u, kijk nou, Nederland is geen gif, wij maken Nederland tot gif, ja, vergif, ja. Want dat je dat geeft, je dat monitoring. No? Je moet, we wonen hier allemaal. Dit is na unu dotipe we waka, we nyan dringi, ja we worko, we verdien, we mikip ching, op ching kom bigi, we kis gram ching alasane. Ik kan niet slecht praten over Nederland. Het heeft zijn slechte dingen. Het heeft het. Maar ik voel me vandaag trots als Surinaamse, van Surinaamse origine. Maar wel met de Nederlandse nationaliteit. En een Europees burger. Want ik heb ook Europese rechten. Buiten Nederlandse rechten.
Begrijp je mensen? Ik voel me trots dat hier nou, meneer Albert Ramdien gaat met 3,5 miljoen belastinggelden van onze Surinaamse burgers hier naar Suriname om hulp te bieden. Waarom niet? Waarom niet? Zolang het maar goed besteed wordt. En als Nederland zegt, ja, maar mevrouw Jelispolak, weet u, kijk, ik doe geen zaken met jou. Ja, en dan kijk, kan je zeggen wat je wil. Ik ga jou bombarderen met allerlei dingen. Kijk, dat ding van Tigri. If je tak naar mij, moet je vreselijk voorzichtig zijn. Want mij, oh sorry, dat kan niet klopt. Ik heb jou laten zien, toch? Dat hier, hè? Dit is maar een minister van justitie. Die hebben een beetje luitenant-kolonel die is in de Lano Boutersen. Jongens, sorry, no. Je noemt hier onschuldig burgers. Wat Tigri. Hij dacht, hey, ik ben Desiree de Lano Boutersen. Ik heb een coup gepleegd. Met hier om en isma. En nu met ik hier allemaal aan dat Tigri. En voel nog weer. Nooit dat doen, want dat is op te gevreden. Weet u, Bensdorp, Benschop of Bensdorp, een man voor defensie. Zo, ook Griemang, nooit dat go. Tigri, bies maar bij leren het toch. Tigri gebied, Tigri sabi bij krasen go. Weet u, mensen. Sorry voor dat ding, maar ja, na zo groot op Isabi Minokango, blijkt vaak naar de bigisma voor nu leren des aan dat is. Zo zijn we opgegroeid. Isabi is niet om onbeschaafd te doen. Maar nogmaals, kijk, je moet nooit vergeten. Taki Lukuno. Wij hebben begrip hoor, van ja, die mevrouw en vele mensen moeten wennen aan dat idee dat Boutersen er niet mee is, meer is als president. Ja, en dat, wat ik wel erg vind, is dat, kijk, dat we de kansen ontnemen. Wie zij je doet, heb ik gezegd, al wat je ook doet, zij gaan deze bepaalde mensen van Suriname en ook hier, die gaan jou altijd aanvallen. Want Assani, Atakru, Samitunu, a 10 jaar lang, dat we vandaag aan de bedelstaf zijn. We zijn verworden tot echte bedelaars in Suriname. Ja. We vinden dat beter dan alles wat er gaat komen. En daarom ondersteunen we. Ja, we gaan de regering kritisch volgen. Maar welke regering? Ja. Geef die man de ruimte. Fukundu en Sani. Ik vind het al prima, want kijk. Wanneer ik kijk wat er gebeurd is in die korte periode, zeg ik, ai, die is nou hebitori. Hebitori, en ik ga u uitleggen waarom ik zeg dat ik naar hebitori. Jere, het is gelukt om te laten zien, hoefdraad, je kan long mekong. Long, me niet, wani, mekong. Maar ik heb je nog niet nodig ook nu. Ja, omdat, kijk, Van Trek heeft alles al verklaard over jou. Dat wou ik weten. Ja, nu heb ik meneer Gilmardo Cromosuto nodig. Dat vond ik een mooie set. Je ziet, men werkt aan dat ding van die corruptie. Nou, maar nog komt dat podium contact. Ja, we gaan een kruistocht houden tegen corruptie. Maar je ziet wat er gebeurt. In Omutaki, in Do, en de man die ziet Do, Tusani en dit ding. En daarom zijn mensen in Suriname in paniek. Iedereen is in paniek, want ja. Als je die sneeuwbaleffect, net wat die ene beller gezegd heeft, die sneeuwbaleffect ziet wat het gaat worden voor iedereen die gesnoept heeft. En Santokki is verplicht dit naar de Surinaamse gemeenschap te komen vertellen. Hij is dat verplicht, de dag waarop hij verzaakt, om ons niet te komen vertellen. En met naam en toenaam, like den programma, die zie, we noemen naam en toenaam, gewoon rugnummers en naam, Isabi. If Bova voor money via SPSB bank, moet het gezegd worden met naam en toenaam. Amang Bova voor zo mijn money, dat go bouwen of zo naar die stang en bedrijf naar de wand. Simons, idem dito, Misikaba, idem dito. Allemaal, stuk voor stuk moet het bekend worden gemaakt. Meneer Abdul heeft ook gesnoept bij de SPSB bank. Al deze dingen moeten naar buiten komen. Wij hebben als Surinaamse gemeenschap daar recht op om dat te weten. En dan, ik hoef je niet te zeggen. Want los moet hij dacht, ja, maar ja, je blakka unu. Ja, we blakka jou. Wij unu en blakka jou. Wij doen dat gewoon.
Het is onze plicht voor de volgende generatie om vast te leggen van hoe of wat. Dadelijk te Yusani, je abi chin in senang, de ogas koro, de usi, de chief muzikaba, de chief bova of noem maar op, isabi. Die komen met auto's en allerlei dure spullen. Dan moet jouw kind, jouw zoon, jouw dochter in Suriname weten van kijk, die dingen wat zij komen promoten of ja, zo naar scoren, dat ik kan een dure telefoon, een laptop. Het is omdat ze onze gelden hebben gestolen. Ja? Je moet niet opkijken daarnaar. Dat zijn kinderen die eigenlijk niets te maken hebben met die vader en zijn daden. Maar omdat antecedenten onderzoek je verplicht bent om dat aan jouw kinderen duidelijk te maken. Dat kijk, je moet dat niet willen hebben. Omdat na vloek, na hebi, na kunu, weet je. En daarom zeg ik van kijk, nu kun je assisteren voor Bagra. Bagra tak je hebt een strafblad, oké, okay, sorry. In jouw VOG gaan we opnoemen dat ja. Je hebt een strafblad. En ja, die is koebrokken. Ja. Ga je het moeilijk krijgen. En jouw kinderen, ja, sorry. Jij als ouder had je moeten vergewissen van het feit dat je het moment dat ik doe ogri en mijn mekipching, dat mijn kinderen, mijn vrouw, mijn, al mijn mensen om me heen last gaan hebben voor de daad dat ik gedaan heb. Dat is een hele zware pressiemiddel om jou in het gareel te houden. Sommigen gewoon niet, dat ja, de hel met dat deel, misschien wel, weet u. En dan later je ziet dat je zei, met je onderste naar mijn nek vooruit, omdat ja, bepaalde banen weg zijn gevallen. We krijgen dat niet. Mensen, ik heb een hoop gezegd, naar de dat hij Isabi, luister. Ik heb u gezegd van ja, meneer Adin, kijk, ik begrijp dat niet hoor, Isabi Fasan dat hij. Er is een man die gaat proberen nu om die weg weer te gaan vereffenen, zodat Suriname, Surinaamse bedrijven en ook Nederlandse bedrijven gewoon geld kunnen meenemen naar Suriname zonder daar last van te ondervinden. Ja, oké, okay. Is toch prachtig? Ja, dat zeg jij, dat het prachtig is. Is dat weer toch mensen? Maar, kijk, wil jij dan niet weten van waar dat geld komt? Is toch een belangrijke vraag. Dat je zegt van, moet je luisteren, ik wil toch weten. Pa Monique Moppo jongen, Isabi, hoe kan dat nou? Het kan toch niet zo zijn dat je Yunus Sabi, pa Monique Moppo, die 19 miljoen. Want ja, begrijp je, dan klets nomen. Dat ja, maar ja, het is zwart geld. Het is zwart geld. Ja, dus mensen kijken nog, je moet, ik zeg je eerlijk, ik ben daar een beetje benieuwd naar, ja, en ja, ik wil het toch graag weten, want ja, waarom niet, weet u, er wordt zoveel verteld in Suriname over dat ding van dat geld, hè, Isabi, even kijken voor mensen. Hai, goed zo. Oké, luister. Dat ding van, ik wil graag weten hoe dat ding in elkaar zit dat Nederland tot zo'n stap is gekomen. Ja. Dus, laten we kijken. Kijk, deze man, meneer Ibelin Frenzy, die gaat nog een hoop problemen krijgen hoor. Je ziet, nou, de Kromosuto, de Horaman is ook toch, Mark Mauers. We gaan luisteren wat hij te zeggen heeft. Isabi, er is een rechtszaak hier geweest. Hè? In Suriname schijnt men dat niet te begrijpen. Dat hier nou rechtszittingen vinden in het openbaar plaats. Dus je goes down there, Arki. Daar wordt er niet gekletst. Dat ja, ja, maar je moet geen namen noemen. Je moet me niet bespreken. Hè? Jongen, die nonsens gebeurt in Suriname. Hier niet. Rechtszittingen worden in het openbaar gehouden. Ja? In het openbaar, de Mekong en het publiek wordt toegelaten om te kijken, want ik wil weten
Wat doet de rechter? Wat doet de officier? Wat doen die advocaten? Wat hebben ze gezegd? Het is openbaar. Je gaat maar zitten. Je zegt goedendag. Ik wil iets bijwonen. Mag het? Ja, kom maar binnen. Ja, we hebben niks te verbergen. En dan zie je hoe dat gaat. Maar je kon sap ook toestani. Je kon jere sani. In Suriname vindt men dat een beetje raar, dat dat kan. Weet je, dat moet toch niet kunnen, mensen. Weet je, dat ding is een beetje geheim. Daarom vond ik dit bericht van deze man van Finabank een beetje vreemd. Goed luisteren wat hij gaat zeggen. Laptop nodig, oh, wij wat, helpen je dan met... Dan heb je weer dat ding, dieren. We kregen altijd... Even kijken. Ja, daar gaan we, mensen. Luister maar. Opgevraagd via PG van Suriname, dus via het rechtelijk verzoek. Aan dat verzoek hebben we volledig voldaan. We hebben alle stukken gedetailleerd opgestuurd. En blijkbaar is het OMB bij het standpunt gebleven. En hebben ze dus klanten hun namen laten uitlekken in de publiciteit, wat we betreuren. Voor we een zending gaan doen, moeten we ook alle namen met alle onderliggende stukken rapporteren aan de centrale bank. Daar hebben we ook aan voldaan. Dus daarom hebben wij aangegeven, hetgeen dat het medium heeft gepubliceerd, klopt niet. Bezijdens de waarheid en berust niet op feiten. Het is niet zo dat er een persoon is geweest die binnen een paar dagen 1 miljoen is, cash is komen storten, zonder dat de herkomst van het geld bekend is gemaakt. Dat stuit in tegen alle kernwaarden van de bank. U moet u voorstellen, deze zending is vooraf goedgekeurd door de centrale bank. En de centrale bank vraagt alle stukken op. Dus hoe kan het dat wij getolereerd hebben dat er een persoon binnen de bank is gekomen, zoveel heeft gestort en dan nog die zending via de centrale bank hebben gegaan? Als er sprake was van witwassen, waarom kwam deze persoon nergens op een verdachte lijst voor? En de cambio's wel. Maar viel het niet op dat het voornamelijk ging om coupures van 500 euro? Oh, dat klopt. Wij weten wel waar de biljetten vandaan komen. Want wij hebben exact zeg maar, de nummers van de biljetten, maar per storting. Maar het klopt niet. Er waren coupures van 500 euro, maar het is een wettelijk betaalmiddel. Maar dat er over een periode van 5 maanden in totaal meer dan 5000 stuks van 500 euro biljetten zijn verstuurd, dat vond u niet vreemd? Waar heeft u dat vandaan? Want ik ben daarvan niet op de hoogte. Dat heeft het OM naar voren gebracht gisteren. Ja, maar waar is het OM? Heeft het OM het over de hele zending? Heeft het OM specifiek over ons? Want bij ons hebben we nooit meer dan 5000 gehad in die 3 zendingen. De route was naar Hongkong en dan weer terug naar Europa. Dat was ook een beetje vreemd, toch? De banken hebben helemaal niets te maken met de route. De route is gekozen door de centrale bank. Dat is 1. 2 is, als er een banknote trading agreement wordt afgesloten met de Bank of China en we hebben geen directe vlucht naar China, hoe wilt u dat de middelen in China aankomen? Er is geen andere verklaring. Er zijn hele simpele verklaringen. Maar het is wel opmerkelijk dat de route naar China begon, naar Hongkong begon, nadat er een e-mail per ongeluk van de Nederlandse bank bij de centrale bank kwam, dat het geld bij een witwaswaakhond ter controle werd aangeboden. Daar zijn wij als commerciële banken niet van op de hoogte. Okay. Omdat er geen communicatie tussen de Nederlandse bank en de commerciële banken was. Je ziet. Ja mensen, hij is nergens van op de hoogte. Maar daarom zeg ik je van kijk, wanneer je dit soort dingen ziet, moet je naar de dingen gaan. Hoe je dat ding? Naar zo'n rechtszitting gaan. En dan moet je jezelf oriënteren en kijken en zo. Deze man, die houdt zichzelf voor de gek. Ja? Mensen, waar komt dat geld vandaan? Dat wil ik weten. Van wie is dit geld? Ja? Ben u niet benieuwd daarnaar? Ja? Om te weten van wie dit geld is. Dat er mensen in Suriname zijn die 500, vaste biljet 500, Isabel, komen en dan storten. Ja? En hij kan mooi weer spelen, meneer Ebeling Frenzy. Het net sluit zich. Ate, stop naar Nikki. Ehari, Isabel, naar Kromosuto. Weet je, als bank. Hakerin Bank komt aan de beurt. Fina Bank komt aan de beurt. En dingen, hoe heet die? Meneer Coutinho van de Surinaamse Bank komt aan de beurt. Maar ik wil weten
welk vermoeden we hebben om te zeggen van waar dat geld vandaan komt. Ja? Luister naar deze meneer. Hij gaat jou een indicatie geven van ongeveer waar dat geld vandaan komt. Ja. We gaan luisteren, mensen. Mevrouw de voorzitter, ik wil een wedervraag stellen hier. Ik vraag me hoe lang velen van ons hier zijn in de politiek. Houd u vast. Ik vraag me af hoeveel concessies zijn afgegeven aan Surinamers. Ik vraag me af hoeveel Surinamers een dermate inventiviteit aan de dag hebben gelegd om niet hun NV te verkopen aan het buitenland en met hun geld naar Zwitserland, voetje waarin niks van af weet, maar het zodanig te investeren dat de concessie waar u nooit iets van af weet, nu over honderden miljoenen kunt beschikken als land. Dat is de hamvraag. Nee, ja, dan moet je huiswerk maken. Ja, hij heeft gelijk, je moet je huiswerk maken. Ja. Heb jij begrepen wat er hier speelt, mensen? Je hebt niet begrepen, hè, wat hij je zegt. Want ja, dat er Surinamers een dermate inventiviteit op nahouden. Dat je San Lucas aan zijn mij dan van de karring. Concessies, Isabi. Hier is maar. Ik tak over concessies. Dat de mij gaat door zee kondre met money naar de wandat Isabi. Ja. Even kijken, mensen. Je moet het wederom horen. Ik wil het herhalen zodat uno met de fout is morgen naar de kassa niet Tigri. Weet je. Wanneer mensen weigeren om naar Tigri te gaan en anderen wel kunnen aantonen en bewijzen dat ze daar geweest zijn, ja, dan ben je mond doodgemaakt, toch? Oké, we gaan terug naar dit ding. Goed luisteren weer wat hij te zeggen heeft, hè? Want ik vind dat de Surinaamse gemeenschap dit ding moet weten. Van P. Asanische Kontaki, Amerika stop a hier money. Sending Fusernang, dan gaan Nederland stop a hier money ook toe. Want kijk, de mannen gaan concessies. En dan denk je dat ik de mij belasten aan de zandeur. Nee, het is allemaal zwart geld. Ja. Maar Arki, Samanische etak baga. Ja. Mevrouw de voorzitter, ik wil een wedervraag stellen hier. Ik vraag me hoe lang velen van ons hier zijn in de politiek. Houd u vast. Ik vraag me af hoeveel concessies zijn afgegeven aan Surinamers. Ik vraag me af hoeveel Surinamers een dermate inventiviteit aan de dag hebben gelegd om niet hun NV te verkopen aan het buitenland en met hun geld naar Zwitserland, voetje waarin niks van af weet, maar het zodanig te investeren dat de concessie waar u nooit iets van af weet, nu over honderden miljoenen kunt beschikken als land. Dat is de hamvraag. Nee, ja, dan moet je huiswerk maken. Goed voor hem. Ja, dan moet je huiswerk gaan maken, ja. Hij moet Het is een assembleelid, hè, die zijn mond openmaakt. En daarom zeg ik, is goed voor hem, ja, dat die Bouters hem zegt van, ja, stap van je lui gaat en ga maar een huiswerk maken en zoeken. Dat, mensen, u jeren toch, wat je met een concessie kan verdienen, ja. Dus dat ding van meneer, hoe heet die? Ebelin Franti. Leuk. Vandaag moet iemand anders die rommel en die rotzooi van Ebelin Franti komen
opruimen. Ja. En dan Jezus heeft zijn naam, toch? Ja, nou ja. Abe Sabi, Sabi tek over, dus ja, ik is mooi. Isabi, de no ben Trump-president. Daar komt het op neer. Ja. Dat is zo'n achterhaald en ziekelijk gedachte. Sorry hoor, Isabi. Dan gaan we dat hij. Dus omdat hij Sabi, dat in hem tak niks nodig. Nee, zo werkt het niet, mensen. Je moet de beschaafdheid hebben dat je, if you, you know, president van Kondre, dat je Sabi taka Kondre ego doro, te jukba, na je presidentperiode, dan moet jij een land overdragen, ja, in een hele goede staat. Dan lijkt me osso, dan lijkt me osso, te jukba osso. De batanen je wangota je wangota osso, dan zei je doe, bakkerij schrijven je toch, je moet dat huis bezem schoon achterlaten, bezem schoon, want dat ja, aan het takkie voor je speel, die liep alle die rommel naar de zand voor, nee, je betaalde dat bedrag niet, si ben, toen zo ruimen op, alle zand, ik dacht, het raman zei komfta in haar osso, als hem osso pe je tang, pe, jij goede tijden en slechte tijden hebt meegemaakt, ik ga trouwens ook zien, maar ik kon je vernietigen en je rommelen en dan ja, dan zie je wat er in Suriname gebeurt, toch? Beeldspraak, mensen. Dan moet je even een crimen voorzien. Ja, al die rommel die jij hebt gemaakt, moet ik gaan opruimen. Dat is dat ding wat er in Suriname speelt. Nou, Albert Ramdin, die probeert nu ervoor te zorgen dat die gelden van Suriname weer getransporteerd kunnen worden. En dan niet via China, naar Hongkong, naar Komba, naar Amsterdam. Dat je tjotel allemaal bij dan bruine bonen en money dat hij dat charingassen en dat zeer in elkaar. En ja, dat is niet zo. Nee, want dat ding gaat opvallen, mensen, Isabi. We gaan luisteren, mensen. Wouters heeft gezegd, jongen, Isab zet mij dan een concessie. Jullie, eerlijk president, en Luku. En dan moet je niet schrikken tegen de eerlijk Simons. Tegen de Boufa, ja, naar een Misikaba, naar een Alla, tegen uw sismassa heb ik concessies, Ninsenaan. Tegen de Nelek Erwin Kanai of Katif Bouta, dat je de man die zie, heb ik goed concessies, naar de Wandati. Weet u, er is nog iemand die wat gezegd heeft over concessies, ja. Hij zit vandaag aan de macht, en ja, dat kan je wel zeggen, dat ja, maar je bent Sabi toch, weet u. Goed zo, luister maar naar deze. Goed. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, mijn opmerking is meer een toelichtend karakter, zoals ik gevraagd had, voorzitter. Voorzitter, we kunnen alle lijsten hier presenteren van concessionarissen en allerlei personen en rechtspersonen, maar met name de rechtspersonen, voorzitter. En het is al overduidelijk. U kunt het bekijken in tal van bekendmakingen, middels advertenties. Die concessies worden gewoon verkocht. Het zijn openlijke advertenties. Dus voorzitter, het gevaar is dat men mededeelt, en u heeft dat ook een paar keren gedaan in het parlement, en ik hoor andere collega's ook doen. Ja, ze worden gepubliceerd. Dat zijn die rechtspersonen. Maar weet u dat die rechtspersonen allemaal verkocht zijn? De meeste verkocht zijn. Dus het gaat erom, minister, dat die rechtspersonen wel daar bestaan, maar de personen die het gehad hebben, en meestal zijn het Surinamers geweest die het gevraagd hebben, allerlei lijnen hebben ze, die hebben het gehad, maar inmiddels zijn ze verkocht en we weten niet eens of ze nog in handen zijn van Surinamers. En zo gaan we ervan uit dat het Surinaamse rechtspersonen zijn die geregistreerd zijn daar bij KKF, maar dan merk het namelijk dat een groot deel daarvan in handen is van buitenland. Dus als het gepubliceerd wordt, voorzitter, laat ook een keer kijken wie die aandeelhouders zijn. Dan weten we precies of inderdaad Surinamers erachter zitten of buitenlanders. Dat is een beetje transparantie, voorzitter. Ik denk dat er voldoende wetten zijn die nu eisen dat aandelen op naam uitgegeven gaan worden, voorzitter. Dank u wel. Ja, oké. Transparantie toch, mensen, Isabi. Maar goed. Men blijft erover klagen, over dat ding van die dingen. Maar mensen, waarom zeur ik nou hierover? Wat is die link tussen Finabank, ja, en concessies? Er is een link, zeg ik u, tussen Finabank, 19 miljoen, dat is aangehouden in Nederland, en concessies. Ik zeg u dat die link er bestaat, weet u. Even kijken hoor, mensen. Ja.
Dus je moet daar even kijken, vreselijk voorzichtig mee zijn van wat er in Suriname afspeelt. Voorzien kom begint dat hier iel op de man die zien aan de man dat die man, ja. Kijk, wanneer we hier in een studio zitten en zeggen, ja maar die meneer of mevrouw is een oplichter en ja, hij lie of dat. We zijn niet, ik althans ben niet zomaar iemand, zo taxa niet zomaar, ja. Maar dat is onzin natuurlijk, weet u, je loopt maar te roepen naar de zand, dat kan niet, weet u. Kijk, neem dat voorbeeld van Tigri. Evitemi voor Tigri. En ja, ik laat jou bijvoorbeeld zien dat je, het klopt niet wat je zegt, omdat ja, er is al dingen, hoe heet het, iets gezegd erover door een bepaald persoon. In het parlement, en je weet wie ik ben, toch? Ik ga ervan uit dat je dingen in het parlement als waar moet aannemen, omdat het daar gezegd heeft. Tenzij er in het parlement gedebatteerd wordt en je wordt gepakt van het is niet zo. Mevrouw Samsudin is gepakt in het parlement. Dat, ja, dat wat je zegt klopt niet. Ja? En dan weet jij waar je aan toe bent. Meneer Dodson is gepakt ook. Ja, meneer Pengel, Patrick Pengel, is ook gepakt. Zijn allemaal ministers die het veld moesten ruimen. Ja toch? Maar ik zeg u, kijk, die meneer Ibelin Frans, ik kan het mooi vertellen. Vandaag moet meneer Albert Ramdien die rommel van hun komen opruimen. Isabi, dan gaan we dat die. En dan zeg ik van, kijk, ik vermoed, laat me het voorzichtig zeggen, want ja, die zak ligt bij de rechter. Ik zeg u, kijk, Bouters heeft gezegd, concessies. Big business. Santoki zegt, hier in een omikwet, ja, je moet het registreren. Maar ja, wat zie je? Die mannen registreren dat, maar in de tussentijd, die man zegt, dat is een nating. Gewoon, dat is een man. Oh, dat is een man. Isabi, die man zegt, dat is een buitenlands bedrijf. Ja, dan moet je je afvragen van hoe nationalistisch je bent. Hoe een beetje moffen toch? Vertel eens met dat, ja, maar ja, nationalisme, weet je mensen. Dat soort dingen, weet je. Oké, goed. Ik zeg u, er is een bepaalde link tussen concessies, 19 miljoen, Finabank. Dan moet jij zelf je conclusies trekken. Wij gaan luisteren. Ja, we gaan luisteren. Zet je schrap hoor, mensen. We gaan luisteren. Ik wil meenemen wat het lid B naar voren gebracht heeft. De directeur van EBS zegt dat er 300 miljoen is bespaard. 300 miljoen. Even dit laten lopen, dat mensen. De subsidie in vergelijking met vorig jaar schieten naar 950 miljoen. Hoe rijmen we dat? Want als wij 300 miljoen besparen, neem ik aan dat we efficiënter draaien. Dus we zouden minder subsidie nodig moeten hebben. En we betalen allemaal hier in de Kamer, voorzitter, in de zaal, meer aan elektriciteit. Dus ik snap het even, dus ik wil graag een uitdraai hebben van EBS qua exploitatiekosten. En om over te gaan naar de big business. De minister. Oké, mensen, we gaan over naar de big business, ja. Goed luisteren naar wat de big business is, ja. Volgens deze jongeman die nog niet was overgestoken naar de kant van de big business boys. We luisteren, mensen. Minister heeft gezegd dat de goudindustrie een big business is. Minister, de president heeft aangehaald dat NV-stichtingen worden verkocht door Surinamers en buitenlanders. De minister zegt dat concessies niet verkocht kunnen worden, maar dat is die tjoetja. Mogen we van u de lijst hebben van de mensen? En de Surinamers moeten het weten, want het is onze rijkdom daar die verkocht worden door een tjoetja naar buitenlanders en als het kan, de namen van de mensen. En als laatste, voorzitter, de royalties. Bent u op de hoogte dat de royalties van de Surinamers als extra dekking is gegeven bij de uitgifte van de schatkistpapieren aan Finabank? Finabank? Indien ja, en ik heb het hier, u kunt een kopie krijgen. Indien ja, is dat correct wanneer we hier in de begroting royalties 19 miljoen opbrengen? 19 miljoen? Dank u. Dank u. Finabank, 19 miljoen royalties, concessies. Isie? Isie bewegen toch mensen? Ja? Ik zeg je, wanneer je praat, dat kan aan een beetje me voor, omdat ja, je dingen kan aantonen zo'n beetje, want ja, anomitaki,
na de man takkie. Dus dan ben ik hier arki takkie, ja, sa de man takkie dan. Weet u. Ik zeg je, kijk, die meneer Ramdin, die staat voor een hele moeilijke klus. Gie, in afgama grani. Gie u schrijf a grani. Takkie eren ook kijk, uno sap voer usani. Weet ik wel, maar uno sabi waar we het over hebben. Weet u, mensen, ik kap er mee. Het is 9:00, het was niet de bedoeling. Meneer Stuart, u bent laat. Ik kan zitten toch jassen naar mij, jong. Altijd je kolati. Maar dat jaren naar sommige tegen sommige kolati. Dat wordt bout me dan. Mensen, ik ga u overdragen aan meneer Stuart het hart. Weet u, op bombarderen nu naar een soulmuziek. Het hart. Het hart. Hart. Hoe hart? H-A-R-T. Is het nou harthorend of hart? Ja, allebei dat kan je maar. Je mag zeggen wat je wil, maar niet het. Ik ben hart. Oké, mensen, hij gaat jullie bezighouden. En, maar ik ga naar huis, want het is al 9:00. Ik heb een hele lange dag zitten. Jeren en mensen, het is er hard aan toe gegaan vandaag. Ik vind het bijzonder mooi dat we elkaar in onze waarden laten. Je hebt recht op je eigen mening. Iedereen heeft het en we moeten elkaar kunnen bekritiseren. Ja, beargumenteren waarom we jou bekritiseren en waarom je kritiek hebt op mij, Isabel. Laat je niet bedonderen door die mensen in Suriname, want die mensen hebben belangen. Daarom je ziet het aan dat die tak de mogen leggen, want los aan niet uit. Van ja, we moeten dit gaan doen, we moeten dat goudbedrijven of noem maar. Het is allemaal larikoek, anee wroko, anee gosso. No doing, want je gaat... Waarom ga je dingen doen dat totaal geen toegevoegde waarde heeft? Het liefst ga je ja, investeerders aantrekken voor Suriname. Je creëert een hele mooie klimaat voor ze. Nou, ze komen, je hebt toch gehoord, Surinaamse mensen hier die business hebben, die geld hebben. En die zeggen, jongen, een klein dingetje als cassave, lukusa vrouwen doen dan een veevoeder in plaats van soja. Wordt veevoeder gebruikt. Is toch prachtig? Weet je, even kijken hoor. Meneer Stuart, het hart. En ik zeg het weer, hè, het hart. Even kijken hoor. Een laatste appje op de valriep. Hij wil niet. Kom op mensen, kom op nou. Ai. Een laatste op de valriep, want ik heb een hoop gehad vandaag. Meester C, zal de VP en arme Bordeaux ook in deze categorie vallen? Ik kan u verzekeren dat ze in deze categorie ook vallen, weet je, van dingen. Alleen ja, mensen... Daarom moet je niet bang zijn en je moet voorbereid zijn wanneer je ziet dat dit hele combinatie gaat klappen. Want als jij ziet dat deze mensen de rechterlijke macht gaan dingen versterken, justitie, politie en ze gaan die corruptie daadwerkelijk aanpakken, ja, dan zijn de rapen gaar. Mensen, dat gezegd hebbende. Ik kap er mee echt nu, meneer Ikdo. Ik zeg niks meer, ik hou mijn mond. Ik ga naar huis. En ja, ik groet jullie. Al mijn appers bedankt. En even kijken hoor. Suriname. Een bericht uit Suriname. Gemist. Die hooi online. Ja. Nou, 597 816. Sorry. Ik weet het niet, je kan niet bellen via de app. Ik zal directie vragen, weer daarom, dat je kan bellen. Ik begrijp dat mensen, kijk, wanneer je in Suriname bent en naar ons luistert, dat je graag wil inbellen. En ja, money moeilijk, inabi. Bel te goed, ik begrijp dat. Ik weet dat het een handicap is binnen een standvaste. En zo, maar we gaan eraan werken dat je via de WhatsApp gewoon kan bellen, zodat we met elkaar kunnen converseren en dat het gratis is, Isabi. Want wij verdienen er ook niet aan hoor, Isabi, tak Theo bel in. Het is geen 0900 nummer hier. Nou, dat is aan, maar voor Suriname kan ik het begrijpen dat ja, Isabi, Iwan Taki, Iwan Baby, Iwan Rigeri, je wil je uiten. Ik begrijp dat, ja, je staat op ontploffen. Alleen ja, je zal voorlopig moeten typen, ja. Dus mensen, sorry daarvoor. Maar nogmaals, ik ga jullie een prettige avond toe wensen. Samen met meneer Stuart. Ga nergens, want hij gaat jullie vreselijk bezighouden.
En over slavernij? Ook gedeeltelijk, maar in de muziek. Oké. In de muziek, wat ja. hun is overkomen. Mooi zo. Goed, dus mensen, ga nergens naartoe. Je gaat het horen van hem. Mijn bellers, nogmaals bedankt. En mensen, Jereno, wat bibi is ma, une horno wa mana ati. We taki nanga makandra, voel leri voor makandra. En ik leer van jullie en hopelijk leren jullie ook van mij. Dat gezegd hebbende, ik ben er aanstaande zondag weer. En dan zie ik jullie weer. En dan ja, zal ik u van het nodige voorzien. En ik wens jullie een prettige avond verder. Ik zwaai af. Aja foto, biji famerman, usama ore, tata dawe, biji fam. Je luistert naar Standvaste Radio. Heb je ons gemist? Check ons op standvasteradio.nl.